Goedenavond allen. Als jullie willen plaatsnemen, dan kunnen we de vergadering beginnen. Op deze donderdagavond, 25 juni. Wij hebben, de heer Hoedemaker is afwezig en mevrouw Driehuis is afwezig. Dat was punt 2 van de agenda, de mededelingen. Meer mededelingen zijn er niet. Dan komen we bij 3. Dat is de vaststelling van de agenda. En ik heb een voorstel van orde voor de wijze van behandeling van de kaderbrief. Agenda punt 7 is dat. Ik wil graag een voorsortering maken op volgende week dinsdag. Dan hebben we meerdere woordvoerders tijdens de behandeling van de kaderbrief. En ik wil voorstellen dat we dat in deze commissievergadering alvast volgen. Dus er mogen meerdere woordvoerders zijn vanavond. En ik wil graag die kaderbrief, dat is mijn voorstel, om die in 3 delen te behandelen. De bestuurlijke hoofdlijnen, ontwikkeling van de financiën en de uitgangspunten 21-24. En na ieder onderdeel kan dan ook de portefeuillehouder het woord nemen, want anders wordt het misschien wel heel erg veel om te onthouden in 1 keer. Dat is mijn voorstel. Stemt iedereen daarmee in? Ja? Akkoord, dan gaan we dat op die manier behandelen. Dan zijn we bij punt 4. Er hebben zich geen insprekers gemeld vanavond. En komen we bij het vragenuurtje, punt 5. We hebben 6 vragen totaal, dus dat zijn er best veel. En bovenaan mijn lijstje staat de heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen ingediend, dus 2 van de 6 komen van mij. Maar ik begin met de eerste en die gaat over de wijk Vosmaten. De wijk Vosmaten is een populaire buurt in Coevorden met veel jonge gezinnen. Het plan is in zijn geheel in bezit van projectontwikkelaars. Vanaf 2007 zijn de eerste woningen gebouwd. Door de crisis is het aantal gebouwde woningen lager dan vooraf ingeschat. En de in 2017 vastgestelde woonvisie is afgesproken nog maximaal 15 woningen te realiseren. Afgelopen week heeft de PvdA-fractie een bezoek gebracht aan de wijk en gesproken met een net nieuw opgerichte wijkvereniging. Gezamenlijk zijn we door de wijk gegaan en hebben we geconstateerd dat hier een onwenselijke situatie speelt. Het plan is nog steeds niet afgerond en de bouwstraten liggen er nog steeds. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen. 1. Bent u het met ons eens dat de situatie in de wijk onwenselijk is? Dat dit kan leiden tot onveilige situaties, overlast voor bewoners en een negatief imago op Coevorden. Vraag 2. Door de onveilige situaties, door slecht zicht, kuilen en oneffen bestrating, geen aanwezigheid van voetpaden, kunnen ongelukken gebeuren. Wie is er verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade? De projectontwikkelaar of de gemeente? Vraag 3. Het niet overal aanwezig zijn van straatverlichting geeft een gevoel van onveiligheid, maar creëert ook ongewenste activiteiten, bijvoorbeeld als drugshandel. Bent u hiermee bekend? 4. Welke maatregelen neemt de gemeente Coevorden om de al langer bestaande situatie op te lossen en te zorgen voor een prettig en veilige woonomgeving, zoals in andere woonwijken ook het geval is? Vraag 5. Betekent de realisatie van maximaal 15 woningen als vastgelegd in de woonvisie dat dan het stedenbouwkundig plan kan worden afgerond en de openbare ruimte kan worden ingericht? Of zijn er dan nog aanvullende afspraken nodig met de projectontwikkelaar over de hoeveelheid te bouwen woningen? Vraag 6. Is afronding van het stedenbouwkundig plan binnen afzienbare tijd te verwachten? Graag vernemen wij de stand van zaken. En de laatste vraag over dit onderwerp. Vanuit compensatie windmolens is een compensatiebudget nog beschikbaar. Zowel voor de wijk De Hege als Vosmaten. Is al bekend hoe dit wordt ingezet in de Vosmaten. Dank u wel. Dank u wel.
Dat zijn heel wat vragen. Ik denk wel dat het goed is dat wij nog een keer gaan evalueren waar het vragenuurtje voor bedoeld is. Dit zijn veel vragen, dus ik kan me ook voorstellen dat de portefeuillehouder daar nu niet een compleet antwoord op heeft. Ik wil hem toch graag even de gelegenheid geven. Meneer Huizing. Bedankt, voorzitter. Of het helemaal volledig is, weet ik niet. Ik sta er overigens ook namens collega's tegen, maar het leek ons niet zo handig om de hele tijd heen en weer te gaan pingpongen. Ik ga ze gewoon bij langs. De eerste vraag was of wij het ermee eens zijn dat de situatie onwenselijk is. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Volgens mij kunnen we daar heel kort en helder over zijn. De tweede vraag ging over de verantwoordelijkheid als er schade ontstaat. Daar is in principe de projectontwikkelaar verantwoordelijk. En als het gaat om de wegen, zijn wij verantwoordelijk voor controle op de kwaliteit daarvan. Dat geldt ook voor wegen die, zoals hier het geval is, in privaat bezit zijn. Wij hebben de verplichting om jaarlijks te schouwen. Dat vindt ook plaats. En de schouwen kwaliteit, dan moeten we kijken naar de woonrijpe situatie ook. En eigenlijk voor de bouwrijpe situatie, daar gelden geen normen voor. En wat wij daar vooral doen als controlerende instantie, is de eigenaar echt wijzen op gevaarlijke situaties die ontstaan. En oneffenheden, hoe vervelend ook, horen daar niet bij en hebben wij ook geen manier of geen mogelijkheden om tegen op te treden. De straatverlichting en daaraan gekoppeld ongewenste activiteiten als drugshandel, die is bij ons in ieder geval niet bekend. En aanleg en onderhoud van de openbare verlichting, ja, dat is echt de taak van de projectontwikkelaar. En dan komen we bij de vraag van hoe nu verder, welke maatregelen nemen wij om het op te lossen. Nou, wij zijn al vele jaren in gesprek met de projectontwikkelaar. We hebben in 1998 alweer in de intentieovereenkomst afgesproken dat zodra de wijk klaar is, dat het dan alles wordt overgedragen aan de gemeente. En wij zien tot nu toe dat de wijk nog steeds niet is afgerond. We hebben daar verschillende gesprekken over gehad, ook aangeboden om een deel dan over te dragen. Het deel wat wel volledig gebouwd was, volgens mij was er nog één bouwkavel, daarvan hebben we gezegd van draag dat gewoon alvast over. Is de projectontwikkelaar om voor ons bekende reden niet op ingegaan. En uiteindelijk hebben wij moeten concluderen dat we er niet uitkomen. En zijn we in arbitrage gestart. Die zijn we in 2019 gestart. En de procedure daarvoor loopt nog. En wij hebben ook nog geen indicatie wanneer die klaar is. Dan de afronding van de woonwijk. En daar wordt het aantal van 15 woningen genoemd. Nou, we hebben ook gezegd om uit die impasse te komen en ook om een fatsoenlijke stedenbouwkundige afronding te krijgen, zijn wij ook bereid om over meer dan 15 woningen te praten. We hebben in totaal het gehad over maximaal 50 woningen die nog gerealiseerd zouden mogen worden. En dat zou dan binnen een periode van 5 jaar moeten gebeuren. Maar ook dit is een van de dingen waar de ontwikkelaar niet op is ingegaan. De vraag naar de stand van zaken en de afronding van het stedenbouwkundig plan heb ik volgens mij al beantwoord. Ik durf daar nog niks op te zeggen wanneer dat wordt. En de laatste vraag, een van een andere categorie, over het compensatiebudget wat er inderdaad is voor de al gerealiseerde windmolens. Daarover hebben wij, zoals u weet, aangegeven, daar gaan we in gesprek. We hebben gesprek gehad met de vertegenwoordiging van de wijk De Hegen. Bij Vosmaten had op dat moment geen wijkvereniging meer en geen aanspreekpunt. Gelukkig is die er nu wel weer. Wij hebben inmiddels een aardig beeld wat we zouden kunnen gaan doen. En dat zou dan zowel betrekking kunnen hebben op Vosmaten als op De Hegen. En dan willen wij op korte termijn ook de net opgerichte nieuwe wijkvereniging in Vosmaten graag bij betrekken. Dank u wel. Ik zag meneer Mulder al instemmend knikken. Het was ook een behoorlijk uitgebreide beantwoording. Dus ik wil eigenlijk aan u vragen, als u nog aanvullende vragen heeft, of u het of een agendapunt van wil maken, dat aan de agendacommissie wilt verzoeken, of
nog vragen schriftelijk wil stellen. Want anders zijn we heel lang bezig in dit vragenuurtje wat bedoeld is voor de actualiteit of andere zaken. Dan neem ik daar genoeg mee, dank u wel. Dan krijgt u nu wel de gelegenheid voor uw tweede vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn tweede vraag is van heel andere orde en gaat om een actuele ontwikkeling. Namelijk naar aanleiding van een brief die de GGD verstuurd heeft afgelopen week aan een aantal ouders. Afgelopen week hebben verschillende ouders een brief ontvangen van de GGD omtrent het niet doorgaan van het periodieke schoolonderzoek van kinderen. Navraag bij de GGD leert dat er niet voorzien wordt in een inhaalprogramma op een later moment. Wij begrijpen dat de GGD momenteel zwaar belast is door de coronacrisis en dat zij keuzes moet maken. De GGD geeft in haar brief aan dat wanneer ouders zich zorgen maken om de gezondheid of de ontwikkeling van hun kind, zij zichzelf bij de GGD kunnen melden. Dit roept bij ons vragen op. Wij vragen ons af of alle ouders in staat zijn die ontwikkelingsachterstanden of gezondheidsproblemen te herkennen. Zijn kinderen in kwetsbare gezinnen op andere wijze dan toch voldoende in beeld om dit te bewaken? En de tweede vraag is, zijn er afspraken tussen de GGD en bijvoorbeeld onderwijs en huisartsen over hoe in kwetsbare situaties toch gemonitord wordt en in opvolging wordt voorzien ten behoeve van een gezonde ontwikkeling van kinderen in kwetsbare situaties? Dank u wel. Meneer Brink, zie ik opstaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een begrijpelijke vraag. Als je zo'n brief op de mat krijgt en je denkt, en u? Maar, voorzitter, een deel van de kwetsbare ouders en kinderen, die waren inderdaad niet meer in beeld. Want tijdens de coronacrisis kon de GGD niet anders dan deze onderzoeken stopzetten, omdat ze A, onmogelijk waren, en B, omdat alle capaciteit in één keer, zoals u weet, gericht was om de crisis in de griep 4-situatie te beheersen. Er staat overigens wel in de brief, zoals meneer Mulder ook al citeerde, dat ouders altijd contact op konden nemen. Dus de GGD was niet helemaal weg. Die was er wel, maar kon niet de onderzoeken doen. Wij gaan dan ook met de heer Mulder de bezorgdheid mee dat wij eigenlijk wel vinden dat de groepen die nu niet onderzocht zijn, dat die volgend jaar in het onderzoek wel meekomen. Dus niet alleen volgend jaar groep 2 en 7, maar volgend jaar dus ook groep 2, 3, 7 en 8 om die mee te nemen. Daar gaan wij volop voor. Overigens is de praktijkondersteunende jeugd volop actief. Daarnaast zijn op de scholen de intern begeleiders en de preventiemedewerkers actief. Daarnaast heeft het maatschappelijk welzijn in de wijken zelf, waar ook heel veel kwetsbare kinderen zijn, is buitengewoon actief geweest om de signalen op te vangen. Dat betekent niet dat we alles hebben gezien, maar we hebben wel zoveel mogelijk, ondanks de crisis, geprobeerd om juist de kwetsbare groep te blijven ondersteunen, maar ook te signaleren en mogelijk en zo nodig ook van vervolghulp te voorzien. Dank u wel. Meneer Mulder, is dat voldoende beantwoording? Ja, op zich inhoudelijk is de beantwoording wat mij betreft voldoende. Ik had alleen een vraag. U geeft aan, wij gaan erin mee dat er volgend jaar een inhaalslag plaatsvindt. Mijn vraag was even, gaat u dat voorstellen aan de GGD of hoe ziet u dat voor zich? Wij zullen dat in overleg met de GGD moeten doen, maar dat is wel onze inzet. Oké, prima, bedankt. Dank u wel. Dan heb ik de volgende vraag van de heer Stoker van het PAK. Ja, voorzitter, dank u wel. De aanleiding voor de vraag en betreffende officiële mededeling nummer 154216 in het gemeenteblad Europark Allee 7 Laar Duitsland voor het bouwen van een tijdelijke opslagplaats voor gevaarlijk afval. Een en ander op verzoek van het staatelijke gewerbeaufsichtsamt Oldenburg. De eerste vraag is, heeft u of namens u, heeft de RUD de aanvraag voor de opslag van gevaarlijk en niet gevaarlijk
afval voldoende kunnen beoordelen. Leidt deze aanvraag ook tot zienswijze van het college of tot het stellen van nadere voorwaarden? En kunt u aangeven of de opslag van bovenstaande stoffen een gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu? Aanvullend daaraan heb ik 9 schriftelijke vragen aan het college gesteld. Dank u wel. Meneer Huizing. Dank u. Dan zal ik de beantwoording van de schriftelijke vragen maar achterwege laten. De mededeling misschien even goed om mee te gaan beginnen. Het is een... Er staat inderdaad in de publicatie dat het gaat om een tijdelijke opslagplaats. Misschien dat dat niet helemaal de lading dekt, want het is namelijk een tussenopslag. En de rectificatie daarvoor die heeft inmiddels plaatsgevonden of die vindt op korte termijn plaats. Er is door hetzelfde bedrijf ook voor op het Nederlands deel, want het is een kavel die aan beide kanten van de grens ligt, is... zowel een bouwvergunning gevraagd en een vergunning of een omgevingsvergunning voor de activiteit zelf. Die hebben wij al in 2019 ontvangen en is verleend. Ze hebben ook in 2019 een melding ingediend op grond van het activiteitenbesluit. Die is door de RUD beoordeeld en afgehandeld, omdat zij niet hebben geconstateerd dat daar problemen of strijd met wetgeving is. Dus nou, dan kom ik meteen bij de tweede vraag of wij ook zienswijze indienen. Nou, in dit verband niet. Wat wij wel uiteraard hebben vastgesteld is of deze aanvraag overeenkomt met wat ze in Nederland hebben aangevraagd. En dat blijkt precies te kloppen. Dus daar was voor ons geen aanleiding voor. En ook het gevaar voor de volksgezondheid. Nou, daar is het in ieder geval goed, denk ik, om te weten dat het echt dus gaat om een tussenopslag. Het wordt daar verzameld en van daaruit gaat het naar de uiteindelijke eindverwerker. Dus er vinden op dat terrein, behalve opslag, vinden geen handelingen plaats met de diverse stoffen die daar liggen. Dank u wel. Meneer Stoker wil graag nog een vervolgvraag stellen. Even een aanvullende vraag. Betekent dat de Eurolijst die bij de Duitse aanvraag is, dat een exact dezelfde lijst is als dat in 2019 voor het Nederlandse deel van de aanvraag is gepubliceerd? U zult begrijpen dat ik de lijst niet uit mijn hoofd ken. Dus ik durf u daarop het antwoord niet zo even mondeling te geven. Maar dit kunnen wij volgens mij prima meenemen in onze schriftelijke beantwoording. Meneer Stoker, is dat voldoende? Nog even voor de wethouder. Het is wel belangrijk dat het dan om dezelfde eurolijst gaat. De eurolijst is een lijst met nummers waarbij een beschrijving staat van de gevaarlijke dan wel de niet gevaarlijke stoffen die verwerkt worden. En als je aangeeft dat de RUD die beoordeling voor het Nederlandse deel heeft gedaan en het gaat om dezelfde eurolijsten, dan is daar in ieder geval onderzoek naar gedaan en dan denk ik dat mijn schriftelijke vragen nog eerder dan het zomerreces beantwoord kunnen worden door de wethouder. Meneer Huizing, die komt daar schriftelijk op terug. Dan hebben we de volgende vraag, die is van de BBC, van de heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de volgende vraag stellen. Eerst even een korte inleiding. In de raadsvergadering van 21 april 2020 werd een motie door deze raad aangenomen in zaken de uitrol van het 5G-netwerk. We zien op de lijst een toezegging dat deze nog niet uitgevoerd is en hebben ook geen kopie van de verzende brief aan de Tweede Kamer ontvangen. Mijn vraag luidt, is de brief tot op vandaag nog niet verzonden? En de tweede aanvullende vraag eigenlijk alvast, zo nee... Bent u met ons van mening dat dergelijke moties, gezien de actualiteit van het onderwerp, per omgaande verstuurd moeten worden met een kopie aan de Raad? Dank u wel, de wethouder. Laat ik beginnen, voorzitter, met de mededeling dat de heer Boy helaas gelijk heeft en dat de brief nog niet verzonden is. Dat dat heel erg slordig is en dat dat ook absoluut niet op die manier moet. Dus... Dat mag helder zijn. Overigens, de motie is volgens mij overgenomen. Wat voor onze beantwoording, die overigens in gang is gezet. En ik verwacht dat die
een deze dagen inderdaad de deur nog uitgaat. Dan moeten we nog even kijken hoe we daarmee omgaan. Maar dat lossen we op, dat probleem. Hij wordt dus op korte termijn wordt hij alsnog verzonden. Ik ben het met u eens dat niet eigenlijk vanwege de actualiteit van het onderwerp, want de motie die eerder ook in uw raad als ingekomen stuk voorbij kwam uit Bergen, was geloof ik ergens van december 2019. En daar heb ik ook geconstateerd dat ook al in februari de minister daarop geantwoord heeft. Dus volgens mij is het niet een onderwerp wat in brand staat. Dat is niet helemaal mooi uitgedrukt misschien met 5G-master. Volgens mij was die spoed wat dat betreft niet. Maar wel anderszins, ik denk inderdaad als zo'n motie gewoon, waarbij uw raad gewoon volgens mij raadsbereid heeft aangegeven, wij willen graag dat dit gebeurt, dat gewoon snel moet worden opgepakt. Los van wel of geen actualiteit. Dat moet gewoon sneller volgende keer. Meneer Boy. En de raad krijgt dan een kopie als het verstuurd wordt, neem ik aan, voorzitter. U krijgt uiteraard een afschrift van de brief. En als u daar prijs op stelt, wil ik ook nog wel een afschrift van de eerdere antwoordbrief van de minister bijdoen. Dat geeft denk ik ook wel wat helderheid op de zaak. Voldoende begrijp ik hieruit. Dan gaan we naar de vraag van de heer Nijenbanning. BBC. Ja, dankjewel voorzitter. Wij hebben een vraag betreffende de subsidiecoördinator. Op 19 december 2019 werd de raad door u geïnformeerd over de voortgang van de invulling van motie 2018-16 in zaken het instellen van een subsidiecoördinator. Over de bijgevoegde analyse van PNO Consultants is nog gediscussieerd in de raadsvergadering van maart jongsleden. Kunt u ons informeren over de stand van zaken? CQ, de voortgang van invulling van genoemd onderwerp. Dank u wel. De heer Bouwmeester. Dat klopt, voorzitter. Excuus. PNO heeft, zoals we destijds met elkaar gedeeld hebben, een opdracht gekregen om gericht op dossiers onderzoek te doen of hier financieel perspectief in zit. Dat betekent dat met betrokken medewerkers van de onderscheidelijke programma's en projecten die verkenningen lopen. Op dit moment geldt dat voor het programma Binnenstad en de culturele gemeente. En daarnaast is die vraagbaakfunctie die ook werd geadresseerd in de memo voor interne collega's en voor maatschappelijke organisaties ontwikkeld. Want dat was natuurlijk een punt wat speelde in de vraag, kan er ook wat van ons huis uit betekend worden voor maatschappelijke initiatieven die behoefte hebben of iets kunnen hebben aan subsidies. Dus dat loopt conform de toezegging. Ik weet genoeg, dank u wel. Dank u wel. Dan komen we bij de laatste vraag van de BBC, de heer Soppe. En ik zag dat ging over de problematiek rond de HDF. Ik heb ook gezien dat er vanmiddag nog een memo is gestuurd, maar u heeft toch nog een vraag. Dank je wel, voorzitter. Ja, actueler kunnen we volgens mij niet zijn. Vanmiddag hebben we nog een memo tegemoet gezien over HDF en daar heb ik toch nog even de vragen over. Mijn punt 1... Bij punt 1 staat dat de RUD blijkbaar niet zelf in staat is om een geanonimiseerd rapport te sturen. De gemeente neemt dit nu zelf ter hand. Is er een specifieke reden waarom de RUD dit niet zelf kan? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, de RUD spreekt met HDF af om gezamenlijk een vervolgonderzoek te initiëren. HDF heeft inmiddels zelf een onderzoeksbureau ingeschakeld en er ligt ook al een rapport. Nu twijfelt de RUD of er nog een onderzoek gestart moet worden. Voorzitter, dit kan toch niet waar zijn? De RUD moet dit toch niet accepteren? Is de portefeuillehouder het met mij eens dat er een onafhankelijk vervolgonderzoek moet komen en het rapport van HDF niet verklaard moet worden? En mijn laatste vraag is, in de memo staat ook dat het bedrijf zich daar mag vestigen. Kan de portefeuillehouder bevestigen dat het bedrijf aan alle vergunningen voldoet? Meneer Bouwmeester.
Ja, want het is vooral handhaving, denk ik, in dit geval. En daar mag ik verantwoordelijk voor zijn. Allereerst het anonimiseren. Dat heeft kennelijk wat voeten in de aarde van de kant van de RUD. En wij vinden het belangrijk dat we recht doen aan de toezegging die en de afspraak die met de bewoners is gemaakt. U heeft daarover kunnen lezen. Dat die geanonimiseerde versie in hun richting komt tijdig voor het volgende overleg. En dat is al volgende week, geloof ik. Dus dat betekent dat we dat nu maar zelf ter hand nemen. En je kunt er allerlei kwalificaties aan verbinden. Ik weet niet precies hoe de interne gang van zaken en de prioritering bij een dienst als de RUD dan gaat over dit soort zaken. Ik stel me zo voor dat er heel veel juristen dan aan de pas komen. Nou, dan kunnen wij dat misschien ook wel maar beter zelf doen. Dat is één. Het tweede is het rapport waarvan u zegt, dit kan toch niet waar wezen. Ik vrees dat het wel waar kan zijn. En sterker nog, dat juichen we in zijn algemeenheid ook toe, dat ondernemers waarvan we weten dat ze iets te verbeteren hebben, ook zelf de route inslaan om dat te bewerkstelligen. En daarvoor mogen zij natuurlijk bureaus in de arm nemen. Het is natuurlijk wel zaak, en ik denk dat u daar ook op doelt, dat we natuurlijk dat niet voor zoete koek aannemen en onze eigen expertise natuurlijk ook leggen naast datgene wat dan nu op tafel is komen te liggen van de kant van HDF. Maar het zou kunnen zijn dat het een buitengewoon goed rapport is. Het moet natuurlijk wel eerst worden beoordeeld. En dat is precies in de fase waarin we nu zitten. En wellicht is dit de categorie de vlucht vooruit. Wie zal het zeggen? Belangrijk is dat er stappen worden gezet om de onderdelen te adresseren die gewoon verbetering behoeven. En nogmaals, ik vind het dan ook in principe prima als een bedrijf zelf daarvoor het initiatief neemt. Last but not least, voorzitter, de derde vraag van de heer Soppen. Als u een moment heeft, dan heeft de heer Soppen een tussenvraag. Voorzitter, als je samen afspreekt dat je een onderzoek instelt en HDF gaat dan op eigen houtje een onderzoeksbureau in de hand nemen, dat is toch tegen de afspraken in. En ik hoop dat de beantwoording dan ook nog komt. Is de portefeuillehouder genegen om alsnog samen met de RUD een ander onderzoek te laten instellen? Want de RUD twijfelt blijkbaar om dat te willen doen. Meneer Bouwmeester, volgens mij was u ook met die vraag, de laatste vraag, net aan het beantwoorden. Nee, dit is nog een reactie op de tweede vraag, mijn antwoord op de tweede vraag. Want die ging over het rapport wat door het bedrijf zelf is opgesteld. Ik veronderstel dat op dit moment de RUD bezig is met inhoudelijke analyse van datgene wat in dat rapport wat door het bedrijf het bureau is ingehuurd om dat rapport voor ze te maken. Ik veronderstel dat dat eerst op inhoud moet worden getoetst door de deskundigen die bij de RUD zitten. Dat is de fase waar we in zitten. Daar zullen we niet naïef in zijn. Ik zei er al iets over. En indien bij ons twijfel zou bestaan, dan zullen we ook niet aarzelen om een second opinion of een alternatieve beoordelingswijze uit te voeren. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we de stappen kunnen volgen en het bedrijf ook in principe de gelegenheid gunnen om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daar heb ik net zoiets, heb ik zo dadelijk iets over gezegd. De laatste vraag, voorzitter, was over de vraag of dit bedrijf hier in de milieuzonering zou mogen zitten. Zo heb ik de heer Soppen althans begrepen. Wat ik begrijp uit het dossier is dat dat wel degelijk kan, past binnen de bestemmingsplanvoorwaarden, maar dan wel natuurlijk ervan uitgaan dat de bedrijfsvoering op orde is. En daar valt helaas wel iets over aan te merken. En dat is de reden waarom we met handhaving bezig zijn. Dank u wel. Is het voldoende beantwoord? Ja. Dank u wel. Dan hebben we het vragenuurtje afgerond. En zijn we bij punt 6 van de agenda aangekomen. Afdoening van de ingekomen stukken. We hebben 6 brieven. Ik ga ze even bij langs. De eerste brief gaat over de Zwanenburg. Zijn daar vragen over? Meneer Soppen, BBC. Dank je wel, voorzitter.
Nou, BBC is blij dat de wethouder en de Stichting Zwanenburg ons meeneemt in het tussentijds verslag. Onze fractie heeft zowel een opmerking als een vraag aan de portefeuillehouder. Eerst maar de opmerking. We lezen in het tussentijds verslag dat de stichting een aantal wijzigingen heeft aangebracht die door onderzoeksbureau Centraal zijn geadviseerd. Zo is de draaikoelen vervangen door 3 warmtepompen, waardoor er een ISDA-subsidie van 21.000 euro is binnengehaald. Daarnaast is er ook gekozen voor een open systeem in plaats van een gesloten systeem. Dit ook op advies van Centraal. BBC wil hier toch benadrukken dat het door ons geïnitieerde haalbaarheidsonderzoek wel degelijk zinvol geweest is. Nu mijn vraag aan de wethouder. Stichting De Zwanenburg geeft aan dat daarnaast wat kosten zijn gemaakt voor het verzorgen van de communicatie rond dit project. Totaal bijna 30.000 euro. Voorzitter, 30.000 euro voor communicatie. Ik ben bijna geneigd te zeggen, heb ik een tv-spot gemist op de landelijke tv? Kan de wethouder aangeven waar dit geld voor communicatie aan uitgegeven is? Dank u wel. Meneer Brink. Ja, voorzitter. Als u zegt, ik wil mijn gelijk graag halen, ga uw gang. Daar heb ik niks op tegen. Maar we hebben natuurlijk al onze subsidiëring en ondersteuning die wij aan verenigingen doen, daar gaan wij vooraf een inschatting maken. Dat hebben we ook met de Zwanenburg gedaan. Op uw verzoek een extra onderzoek gedaan. Hebben we ook gedaan. Hebben we groen licht gegeven. Hebt u groen licht gegeven. Daarna is het aan de Zwanenburg om in zijn bedrijfsvoering te zorgen dat ze binnen het budget blijven. Dat doen ze. En daar gaan ze af en toe ook heel creatief mee om, onder omstandigheden of gedurende het proces dingen veranderen. Dat gaat bijna bij elke vereniging zo. Dat gaat, het loopt nooit vooraf. We zijn nu met de voetbalvelden bezig en met de korfbalvelden. Ook daar gebeuren dingen in tijdens zo'n proces. Maar ook daar zeggen we van, als je een tegenvaller hebt, moet je zelf opvangen. Als je een meevaller hebt, heb je ook wel eens geluk. Dus dat is dat pas na realisatie moet de subsidie, het bedrag verantwoord worden. En dan gaan we kijken of een bedrag reëel toebehoort aan de vereniging, of dat die reëel terugbetaald moet worden omdat die volgens de verordening oneigenlijk aangewend is of omdat die niet aangewend is. En zo gaan we ook om met dit proces. Communicatie, ik kan u niet in detail vertellen hoe die communicatie aan de orde is geweest. Misschien kunt u zelf een keer een bezoek brengen aan de Zwanenburg. Dan gaan we dat een keer doen. Dat is een goede tip. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen over deze brief? Dan gaan we naar 6A2. Dat gaat over de brief van de NAM voor de waterinjectie. Heeft iemand daar een vraag over? BBC, meneer Nijenbanning. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een korte vraag aan de portefeuillehouder. Het betreft het termijn van hoe lang moeten we denken over wanneer de communicatieplan opgesteld zal zijn en wanneer als we als raad geïnformeerd zullen worden om en erbij. Ik weet dat er nu gewerkt wordt aan het, niet op dit moment, maar in deze periode wordt er gewerkt aan het communicatieplan. Dus die zal op een redelijk korte termijn zal die beschikbaar worden gesteld door de NAM. En de verdere informatie richting uw raad. Nou, het aanbod van de NAM ligt er om geïnformeerd te worden. Als u als raad daar prijs op stelt, en ik kan mij zomaar voorstellen dat u dat doet, dan willen wij met de NAM in contact treden om daar binnen de termijn die daar voor dan passend is. En dat zal waarschijnlijk ergens na het reces worden. Zorgen voor een informatieavond. Ja, prima. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie de griffier er ook meeschrijven. Dus ik kom weer op het lijstje. Dat verzoek komt op het lijstje. Meneer Nijmeijer, PPC. Dankjewel, voorzitter. Nou, een gedeelte van mijn vraag is al beantwoord. Maar er staat nog, de gemeente heeft een aangeboden gebiedscoördinator aan te laten sluiten om verbinding met de inwoners te borgen. Heeft de NAM die dat aanbod ook aangenomen? Uh,
Wat wij hebben gemerkt is dat de NAM erg open stond voor onze suggesties over het belang wat wij gewoon hebben. Dat de omgeving gewoon heel goed aangesloten is, heel goed op de hoogte is. Dus voor mij hebben ze het niet formeel aangenomen, maar ik ga ervan uit dat de NAM daar dankbaar gebruik van zal gaan maken. Dank u wel. Meneer Oudeboom, VVD. Ja, dank u wel. Nog even een aanvullende vraag aan de wethouder. Ik hoorde net dat de informatieavond kan plaatsvinden als de raad dat wil. Is het nou definitief dat dat doorgaat of niet? Als uw raad zegt dat willen, dan is dat definitief. En dan, dan zullen we in ieder geval richting NAM dat laten weten. En dan, kijk, ik denk dat in dit geval ook gewoon de NAM zal zijn die de raad een uitnodiging zal gaan sturen. Dat lost misschien weer een probleem van de agendacommissie ook op. Hoewel een beetje afstemming volgens mij wel goed is, maar daar. Dat klopt. Dat verzoek komt bij de agendacommissie terecht. Alleen er zijn al heel veel verzoeken. Meer verzoeken dan dat de tijd is. Dus we moeten gaan kijken wat daar prioriteit heeft. Ja. Mevrouw Katerberg. Ja, er staat ook in de brief dat er al een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten wordt georganiseerd. En dat ze gaan kijken of wij daar vanuit de raden bij aan kunnen sluiten. Dus eigenlijk is dat initiatief er al. Het staat onderin de brief. Ik heb hem er niet helemaal bij, maar is al. Staat genoteerd. Meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van het vragenuurtje in de vorige commissievergadering is inderdaad een suggestie gedaan om tot agendering van het onderwerp over te gaan. Althans mee te nemen in de agendacommissie. En ook de wethouder heeft aangegeven dat de NAM bereid is om daar ook ons in mee te nemen. Nou, dat voorbeeld dat mevrouw Katerberg net noemt past er ook in. Overigens is de communicatie al in op volle toeren. Want ik kreeg gisteravond een mail, ik weet niet hoe de andere raadsleden hebben gehad. Maar de communicatieafdeling van Shell die is al voor volop bezig om ons te gaan bewerken. Dat moet dan toch maar eventjes zo op zijn Hollands om hierin mee te gaan. Desalniettemin verzoekt mijn fractie wel om het onderwerp toch te agenderen voor de commissievergadering met alle respect voor informatieavonden. Maar uiteindelijk vind ik dat onze inwoners ook gewoon recht hebben om te weten wat we hier politiek gezien gewoon van vinden. Dus vandaar mijn verzoek om deze op de eerste volgende commissievergadering te agenderen. Dank u wel. Ik kijk even rond of daar ook steun voor is. Volgens mij moeten de twee fracties dit als bespreekpunt op willen nemen. Op de agenda. Oh, hoeft niet. Nee, en anders. Meneer Slomp. Nou, omwille van het democratisch proces zou ik het dan wel willen ondersteunen. Nou, dan hebben we het ook opgelost. En volgens mij staat er nu toch ook een verzoek voor een informatieavond en om het als bespreekpunt op te nemen. Dat gaat via de agendacommissie. Voorzitter. Is het, want ik hoor nu verschillende geluiden. Er wordt aangegeven, nou, in de brief staat al iets over mogelijk aansluiten bij provinciale bijeenkomst. Is dat de insteek van de raad? Dan leggen we daarover contact met de provincie. En dan weet ik dat het in ieder geval in de eerste helft van september zal plaatsvinden. Omdat de provincie heeft aangegeven het graag de informatieavond te hebben voor de behandeling van dezelfde brief in de Staten. En dat zal medio september zijn. Ik denk dat het gezien de tijd een praktische oplossing is om aan te sluiten. Dan gaan we dat bij deze vaststellen. Dan gaan we naar de volgende brief. Dat is A4. Dat is de motie in zaken afschaffing van de verhuurdersheffing. Meneer Temp. Oh ja, ik sla één over, excuus. Ik ga sneller dan de brieven zijn. A3 hebben we eerst. Over het voorkomen en doorbreken van de intergenerationele armoede. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, even een opmerking. Dat dit echt een complexe materie is om aan te pakken. En dat is ook wel terug te lezen in deze brief. Maar de programmatische aanpak spreekt ons aan. En we vinden het een goed plan om dit verder te communiceren via de klankbordgroep Sociaal Domein. Zodat wij wel goed geïnformeerd blijven.
Dank u wel. Meneer Nijmeijer, PPC. Ik had eigenlijk, dank u voorzitter, dezelfde conclusie als mevrouw Kadenberg, maar ook wij willen graag goed geïnformeerd worden. En, of dat via een themaavond of een informatieavond, maar het is een zeer complexe materie. En in de toekomst moet er misschien nog eens een keer wat geld bij of zo, dan moet je inhoudelijk ook goed op de hoogte zijn. Dus wij willen graag goed geïnformeerd blijven. Dank u wel. Ik denk dat eerst de schriftelijke informatie moet volstaan. We zullen het wel opnemen en een verzoek doen aan de agendacommissie. Er liggen heel veel onderwerpen, dus daar moeten we echt gaan kijken wat er wel en niet aan de orde zal komen. Zijn we nu wel bij A4? Dat gaat over de motie afschaffing verhuurdersheffing. Meneer Tempels, BBC. Dank u wel, voorzitter. De fractie van BBC 2014 pleit voor afschaffing of aanpassing van de verhuurdersheffing. Volgens ons kan het geld beter worden geïnvesteerd in de bouw van sociale huurwoningen en het verduurzamen van de panden. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat hij deze kwestie middels een brief bij de landelijke politiek onder de aandacht brengt. En onze vraag daarbij is deze brief inmiddels verstuurd? Meneer Stegen. Voorzitter, de brief is nog niet verstuurd, maar ik heb hem wel al in concept gezien. En precies de punten die de heer Tempels noemt, staan onder andere in die brief verwoord. En ik ga ervan uit dat hij een deze dagen richting Den Haag gaat. Ik denk samen met de andere motie. En krijgen wij dan ook een afschrift van deze brief? Ja, voorzitter, dat lijkt me geen probleem. Gaan we doen. Dan zijn we bij brief A5 over de noodverordening. Heeft iemand daar een vraag of een opmerking op? Niemand. Dan gaan we naar A6. Dat gaat over een rapport, hindernisbaan zonder finish, WSNP. Meneer Stoker van PAK. Ja, voorzitter, niet om te gaan agenderen en te bespreken, maar ik zou de conclusies van de... van wat de ombudsman schrijft. Hier zou ik in ieder geval ook in het gesprek rond die intergenerationele armoede mee willen nemen. Want volgens mij zitten daar wel wat verbindingen in die ons zouden kunnen helpen om tot een eigen beeld te komen. Dank u wel. Dank u wel. Verder niemand meer, dan kunnen we verder gaan naar de behandeling van de kaderbrief. Die heb ik net voorgesteld, hè, hoe we die zullen gaan behandelen. Mevrouw Katerberg wil daar iets over zeggen. Even iets over vragen. Want je geeft net aan dat we de vragen ook per fractielid mogen stellen. Maar zo hebben wij ons niet voorbereid. Mag dat nog gewisseld worden? Dat degene die nu een vraag stelt over een onderwerp, dat iemand anders daar het woord over voert bij de bespreking van de kaderbrief? Anders moeten wij even onderling overleggen. Bedoelt nu in de vergadering of volgende ja, week? Ja, dat als iemand die nu een vraag stelt over een onderwerp, dat die niet de woordvoerder is op dat onderwerp. Nee, volgens mij staat deze vergadering los van de raadsvergadering. Moet even opzij kijken hoor. Dat is nu aan de vergadering zelf. In principe per onderwerp één woordvoerder. Ja. Als de vergadering het anders wil, dan moeten we wat regelen. Dus het is per onderwerp één woordvoerder. Ja. En of dat dan volgende week een andere woordvoerder is. Oh, oké. Okay. Dan is het goed. Voor de... Precies. Dus we gaan het doen eerst de eerste termijn met vragen. En ik wil heel graag het PDF-document volgen, zoals het in IBAB staat. Dat is iets anders dan volgens mij op die controledocumenten staat. Maar laten we die gaan volgen. Dan beginnen we met de bestuurlijke hoofdlijnen. En dan hebben we in eerste instantie de inleiding. Niemand, hè? Heel goed. Dan komt de coronacrisis. Mevrouw Visser in VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over pagina 6, de financiële gevolgen bij de coronacrisis. We lezen dat er verwacht wordt dat er minder inkomsten uit de verkoop van bouwgrond worden verwacht. Nu werden er al nauwelijks gronden verkocht in de goede tijd, de laatste jaren. Wat gaat u eraan doen om in de komende tijd toch grond te gaan verkopen? Want we hoorden de wethouder onlangs namelijk heel positief spreken over de verkoop van gronden. Ik neem aan dat de portefeuillehouders, dat is ook even een onderwerp van orde, nu meeschrijven. En dat we na dit eerste onderwerp, bestuurlijke hoofdlijnen, dat de portefeuillehouders aan het woord komen. Dus dan heeft mevrouw Klein-Gunnewiek een vraag. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag over de sociaal-economische gevolgen. Gaat het college zich ook inzetten om de gevolgen van corona voor culturele instellingen te beperken? Want dat lees ik niet echt in het stukje. Als, ja, meneer Stoker van PAK. Ik zie u net niet achter meneer Mulder. Dat is de strategie van de heer Mulder, dat is inmiddels duidelijk. Ik heb inderdaad ook een vraag naar aanleiding van, want we gaan nu eerst even de vraag stellen. Naar aanleiding van wat onder het kopje coronacrisis staat. Het college geeft aan de coronacrisis financieel gezien zal doorwerken in begroting 2021. En de vraag die ik heb, want we zijn niet de enige waarbij dat het geval zal zijn, of er inmiddels ook al landelijk modellen zijn ontwikkeld die we kunnen gebruiken om zeg maar een soort van voorspellend karakter te krijgen op wat de eventuele effecten zijn. Dank u wel. Dan gaan we door naar het onderdeel aantrekkelijk koevoorden. meneer Mulder, PvdA. Ja, ik heb nog een vraag over de bestuurlijke hoofdlijnen. Even de vraag opzoeken. Het onderdeel duurzaamheid is opgenomen dat het mobiliteitsplan 2.0 niet wordt opgepakt. Maar betekent dat ook dat wij een aantal knelpunten nog niet gaan aanpakken? In een eerdere bijeenkomst hebben we het al gehad over de Bentheimerstraat, de kruising bij Holman. Ik ben benieuwd of die daar wel onderzoek naar gedaan gaat worden. Dank u wel. U was al verder dan wij. Heeft iemand nog een vraag over aantrekkelijk koevoorden? Meneer Heling, CDA. Ja, dank u wel. De regio deal light, wat wordt daarmee bedoeld? Wat moeten we ons bij voorstellen? Dan heeft de heer Bonkers, VVD, vraag. Onder het stukje van culturele gemeente Drenthe, wij juichen de status van culturele gemeente van Drenthe toe. En is het een idee om extra middelen vanuit de reserve in te zetten voor cultureel en historie? En juist nu niet de gelden van de ondernemers zijn te verwachten. Meneer Bouwers, PC. Ja, dank u wel, voorzitter. Bladzijde 7, onder het kopje we blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente. En dan de laatste zin, daar staat, even kijken. En voor de woonvisie en herstructureringsfonds, dat we zien een oplossing voor rotte kiezen om derden te verleiden te investeren in de kwaliteit van de dorpen. De vraag van ons is, wat is er mis met de kwaliteit van de dorpen? Dank u wel. Meneer Tempels, BBC. Dank u wel, voorzitter. Op datzelfde stukje zou ik ook graag willen aanhaken, althans net daarvoor. Er wordt gesproken dat de tijdpad verlengen. Betekent het ook dat de woonvisie naar voren gaat? En daar gelijk een vraag aan koppelen. We hebben een motie ingediend, motie 2019-12, nummer 122. Er was een toezegging dat er een onderzoek zou komen naar ouderenhuisvesting in de dorpen. Is die inmiddels gerealiseerd? Dan komen we bij
De duurzaamheid, dan zijn we inmiddels op pagina 8. Ik kan het net niet zien door de zon. Meneer Blanke, PvdA. Dus ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even bij van afval naar grondstof. Was ik wel even benieuwd, over het oud papier. We hebben een tijd terug hebben we daar een themabijeenkomst over gehad met een aantal dingen die werden uitgezocht. En daarnaast zijn een aantal papiercontainers zijn inmiddels verwijderd. In verband met brandstichting. Dus ik was eigenlijk wel even benieuwd hoe het loopt met de inzameling van het oud papier. Meneer Heling, CDA. Ja, dat gaat over het behalen van de vangdoelstellingen. We zijn dit jaar weer te veel geld kwijt voor het ophalen van het afval. We hebben alles gediscussieerd over DIFTAR. Zijn er meer mogelijkheden om het afval te scheiden en op te halen? Niemand meer over duurzaamheid? Oh, sorry. Ik zit echt precies in de zon te kijken. De VVD. Meneer Bonkers. Over afval heb ik ook nog een vraag. De wethouder heeft aangegeven dat er een onderzoek gaande is naar afvalverwerking. Onze vraag is als er ook naar wordt gekeken naar mogelijkheden voor nascheiding. Omdat bij afvalverwerkingsbedrijven tegenwoordig beter gescheiden kan worden dan bij voorscheiding gebeurt. Dank u wel. Meneer Hoge, BBC. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben vorig jaar, 18 juni, is er een motie aangenomen windmolens voor eigen gebruik. Versneld te komen met beleid en mogelijkheden om deze windmolens te plaatsen in onze gemeente. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken van deze motie en deze toezegging. Wel, en dan heb ik meneer Stoker gezien. Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het college geeft aan natuurlijk momenten aan te grijpen om duurzame keuzes te maken. Voorbeeld zijn de proeftuin Tuindorp en ook de regendeal en de rest. Vraag is wel die we aan het college hebben van, goh, heeft het college zelf ook nog ambities in plaats van overal bij aan te sluiten? En de vraag daarbij van, waarom zit er nu af van een mobiliteitsplan 2.0 te presenteren? Want wij begrijpen eerlijk gezegd het verband tussen de coronacrisis en het voorgestelde uitstel niet. Dus daar ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar. En ten aanzien van het onderdeel van afval naar grondstof. Mijn fractie juicht toe dat uiteindelijk de keus lijkt te worden gemaakt voor DIFTAR. Het lijkt me aardig dat de wethouder dat alvast voor volgende week weet. Dank u wel. Meneer Bonkers, VVD. We hebben nog een vraag over het onderdeel van de warmtevisie. Daar wordt gesproken over van het aardgas afgaan. Alternatieven zijn onder andere biomassacentrales. Die dan voor stroom en gas moeten gaan voorzien. Bent u het met ons eens dat de kijk op biomassa is veranderd? Nu we weten dat de CO2-neutraliteit van biomassa op papier klopt, maar in de praktijk erg vervuilend is. Wij als VVD zijn altijd wel voorstander geweest van kernenergie. Ik zie niemand meer zwaaien. Ik begrijp nu wel wat meneer Bouwmeester dinsdagavond bedoelde. Het is heel rottig. Dan zijn we bij het volgende onderdeel voorkomen. Meneer Oudeboom, VVD. Dank voorzitter. Altijd fijn dat u in het zonnetje gezet wordt. Bij pagina 9 onder voorkomen, tweede alinea, wordt gerefereerd naar het beleidsplan Sociaal Domein Samenkrachtig. En dat loopt van 2017 tot 2020. Welk vervolg wordt hier aangegeven? Ja, meneer Stoker. Rond het kopje veerkracht en generatiearmoede. Ik heb hem net al gevraagd, maar ik stel hem hier dan toch maar. Mogen ervan uitgaan dat de rapportage van de ombudsman in schaken schuldsanering meegenomen gaat worden.
Dank u wel. Ik zie niemand, dus dan zijn we aangekomen bij de paragraaf Koevoorde verbindt. Meneer Heling, CDA. Op bladzijde 10, de visie op participatie. Wat moeten wij ons daar precies bij voorstellen? Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Op bladzijde 10, daar staat het steeds moeilijker om verbinding met de inwoners te krijgen. En hoe wilt u dit gestalte geven? En 2, nieuwe manieren om in verbinding te komen. Hoe wilt u dat doen? Dank u wel. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over hetzelfde onderwerp. Hier schetst ook pagina 10 over nieuwe manieren van verbindend besturen. Daar wordt gesteld dat er nieuwe manieren gezocht moeten worden om in verbinding te komen met verenigingen, plaatselijk belang en wijkverenigingen. Volgens mij hebben we daar een prachtig boek over. En onze vraag is dan ook, bedoelt u nou werkelijk dat er weer nieuwe onderzoeken moeten komen om dit te bewerkstelligen? Ik zie niemand meer. Oh, ja, meneer Heling nog een keer, CDA. Ja, dat gaat over de dienstverlening. We hebben, ik dacht inmiddels bijna 2 jaar geleden, besloten dat we het thuisbezorgen van documenten tegen een luttelbedrag mogelijk gaan maken. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Dank u wel. Volgens mij zijn we dan door het eerste hoofdstuk bestuurlijke hoofdlijnen heen. Dus ik wil nu even de gelegenheid geven aan de portefeuillehouders om te gaan reageren. En wie mag ik daar als eerste voor vragen? Voorzitter. Ja. Meneer Bouwers, PPC. Ja, sorry, maar bladzijde 11 hoorde daar ook nog bij, dacht ik, hè? Ja, bladzijde 11 hoort daar ook bij. Dat heb ik dan nog even over die kritische blik. Wij zijn nieuwsgierig daarna hoe zich dat ontwikkelt. Dan kunt u dat nu nog even meenemen. Goed, dank u wel. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Stegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was even flink meeschrijven, maar ik hoop dat het gelukt is. Als eerste ga ik even in op de vraag van de VVD, corona en de financiële gevolgen. En de vraag was volgens mij concreet wat het college doet om de grondverkoop te bevorderen. Nou, zoals u weet hebben wij een aantal bedrijvenfunctionarissen in dienst die heel actief zich op de markt begeven en ook hele goede contacten met het bedrijfsleven onderhouden. Dit college en ook het vorige college is volop bezig met bedrijfsbezoeken, met de directe 1-op-1 contacten ook op een verbindende manier. En ja, zoals de VVD ook al aanhaalde, inderdaad is het zo dat op dit moment het erop lijkt dat de grondverkopen weer gaan aantrekken. Er lopen op dit moment diverse contacten en die contacten zijn voor een belangrijk deel ook behoorlijk concreet al op dit moment. U zult begrijpen dat ik nog geen namen kan noemen zolang de zaken niet definitief zijn. Maar zoals gezegd, dat begint echt wel een beetje te keren op dit moment. En daar werken we dus met z'n allen hard aan. En daar ben ik ook blij mee. Want dat is ook hard nodig en dat is ook zeker zo. Ja, dan nog meer over corona. De fractie van PAK vroeg van, is er al een landelijk model voor de effecten? Ja, natuurlijk is het aan de ene kant zo dat er behoorlijk wat, dat je de problemen van onze gemeente ook in andere gemeenten ziet. Aan de andere kant is het ook wel weer een beetje maatwerk. Zoals u weet is er tussen de gemeenten en het Rijk veelvuldig contact en ook soms wel gesteggel over hoe we dit met z'n allen gaan oplossen en wat er ook aan compensatie richting de gemeenten komt. Nou, een eerste bedrag daarin is toegezegd. Dat is een totaalbedrag waarvan nog niet exact bekend is wat daarvan in Koevoorde aanlandt. Maar ik heb begrepen dat wel de komende dagen daar meer duidelijkheid over komt en wij een brief kunnen verwachten waarin dat ook helder wordt uiteengezet. En u mag erop vertrouwen dat niet alleen de gemeente Koevoorde, maar ook de Drentse gemeente en de VDG zich er vol voor inzetten om die compensatie maximaal mogelijk te laten zijn. Dan ga ik naar CDA, een vraag over de regio deal light.
Ja, dat is een misschien wel creatieve term om te kijken hoe je toch, terwijl de regio-deal in de volle omvang helaas is afgewezen, hoe je toch op een slimme manier samen dat project deels toch wel in de benen kunt houden. En dat verstaan we onder regio-deal light. PPC. Stelde de vraag, wat is er mis met de kwaliteit van de dorpen? Nou, op zich niks, zou ik zeggen. Maar het kan altijd beter. En daarom is het goed om daar op allerlei manieren bij stil te staan. De fractie van BBC, de woonvisie, kan die naar voren worden gehaald? Nou, hij is nog ligt nog niet onder het stof en is nog niet bejaard. Maar ik ben met de fractie van BBC eens dat, gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen die er op dit moment zijn, dat het zeker goed zou zijn om die woonvisie te actualiseren. Daar wordt op dit moment ook op voorgesorteerd. Dus ik ga ervan uit dat dat wel binnenkort in gang wordt gezet. Dan haalt de fractie van BBC nog aan de motie over ouderenhuisvesting. Daar is een onderzoek in toegezegd. Ik weet niet specifiek wat er rond dit onderzoek de stand van zaken is, maar zoals u ongetwijfeld weet, als u de afgelopen dagen uw eigen brievenbus een beetje in de gaten hebt gehouden, is dat er op dit moment een onderzoek loopt in BOCE-verband, dus samen met Emmen en Borger Odoorn. En dat is een heel breed woningmarktonderzoek, waarin natuurlijk ook wordt meegenomen hoe de stand van zaken is met betrekking tot ouderen. Nou zou ik me kunnen voorstellen dat het misschien wijsheid is om dat lopende onderzoek af te wachten. Zoals gezegd, dat is een heel breed onderzoek. Laten we nou naar de uitkomsten van dat onderzoek eerst eens goed kijken. En als u dan zegt van goh, we zien toch nog reden om daar eens wat dieper in te duiken, ja, dan zou ik daar zeker niet op tegen zijn. Maar ik zou ook willen meegeven dat het niet de bedoeling kan zijn om onderzoeken dubbel te doen. Dus mijn voorstel zou zijn, laten we dat dan eerst even afwachten. Nou, voorzitter, volgens mij waren dat de vragen die zich beperken tot mijn portefeuille. Volgens mij ook. Ik heb meegeschreven. En dat geeft wel aanleiding voor de heer Slomp om nog een vraag te stellen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder graag even een vraag stellen over die woonvisie. Wat zou het nou geen logische benadering zijn om het vraagstuk actualisatie, woonvisie, beleid ontwikkelen op het herstructureringsfonds en zo'n vraagstuk als ouderenhuisvesting gewoon integraal in één keer op te pakken? Meneer Stegen is driftig aan het schrijven, dat kunt u niet zien. Meneer Stegen. Ja, voorzitter, ik vind dat absoluut een goede suggestie. Zoals gezegd, dat onderzoek, daar verwacht ik toch een behoorlijke output uit. En het zou raar zijn om dat bij het actualiseren van de woonvisie die gegevens dan te negeren. Dus ik vind het een goede suggestie. En volgens mij kunnen we hier heel makkelijk een verbinding maken. Meneer Heling, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een nadere vraag om die regio-deal. Bedoelde de heer Stegen te zeggen dat we het geld dat we beschikbaar hebben gesteld om die regio-deal mogelijk te maken, beschikbaar houden voor die regio-deal en alleen de rijksbijdrage vervalt dan? Meneer Stegen. Volgens mij, voorzitter, is dat een juiste constatering van de heer Heling. Het betekent dus wel dat we minder geld hebben dan gedacht, maar we kunnen wel goede dingen doen. Meneer Tempels, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Weet u ook wanneer de uitkomst van het onderzoek er is, meneer Stegen? Nee, voorzitter, dat is mij niet bekend. Het is natuurlijk wel zo dat het een breed opgezet onderzoek is. Dus ik kan me wel voorstellen dat het enige tijd vraagt om dat op een goede manier te verwerken. Maar ik mag ervan uitgaan dat in elk geval dit jaar nog de onderzoeksresultaten bij ons en bij u dus ook bekend zullen zijn. Dank u wel. Meneer Brink staat op voor de beantwoording van de volgende vragen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Meneer Ouderboom die zegt van hoe is nou het vervolg op Samenkrachtig? Nou, u kent dit college dat waar we geen dikke stukken hoeven te schrijven, gaan we dat ook vooral niet doen. Samenkrachtig hebben we goed naar gekeken. Hebben we beoordeeld op zijn actualiteit en hij leek ons op vele
punten nog zeer actueel. We spreken af dat we dit najaar met de organisatie en anderen en ook u, dat wordt in traject gezet, of is al in traject gezet, dat moet ik even in het midden laten. Maar dan gaan we er met de stofkam door, gaan we kijken, voldoen we nog aan alle veranderingen die wet en regelgeving met zich meegemaakt heeft. Verandert, hoe is onze omgeving veranderd? Vraagt dat aanpassingen? Hoe ver zijn we met een aantal dingen? Vraagt dat aanpassingen? En dan maken we deze, volgens mij, hele mooie, goede paraplu voor het sociaal domein, maken we weer actueel, zonder dat we zeer, zeer uitvoerig, met heel veel werk en kunst en vliegwerk, een nieuwe maken. En uiteraard stemmen we dat af met de partners die ons geholpen hebben om dit mooie document zover te krijgen zoals het nu is. Plus dat we daar een heel mooi podium voor hebben, waaronder het WWZ-beraad, waar alle partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente een mooi platform vormen. Dan heeft meneer Stoker gevraagd, het rapport van de ombudsman, wat gaat u daarmee doen? Onze ervaring is dat de rapporten van de ombudsman buitengewoon waardevol zijn. Dat hebben we laten zien toen het ging over hoe komen mensen nou in de wirwar van alle financieringsmogelijkheden die zorg en welzijn met zich meebrengen. We hebben daar een pilot in gestart en dat is allemaal echt op basis van wat de ombudsman geschreven heeft en het initiatief van een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar zijn we een pilot mee aangegaan. Die pilot loopt om te kijken of we juist deze doelgroep makkelijker door die wirwar van regels kunnen leiden. Plus dat er een veel vrijere keuze wordt aan welke dagbesteding of andere voorziening deelgenomen kan worden. Dus ja, meneer Stoker, dit is buitengewoon serieus. Dank u wel, meneer Brink. Meneer Heling, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de visie op participatie. Ja, dat klopt. En volgens mij was die in samenhang met de dienstverlening. Dus volgens mij hoort die bij meneer Bouwmeester. Dan meneer Huizing, er zijn een aantal vragen gesteld over afval. Kunt u die beantwoorden? Daar kan ik zeker een poging voor gaan doen. Maar ik ga beginnen met een ander. En dat is namelijk de vraag die de CDA-fractie stelde bij het kopje coronacrisis en de sociaal-economische gevolgen daarvan. En de vraag was, als ik hem goed heb, van gaat de gemeente ook nog wat doen om de gevolgen voor culturele instellingen van de coronacrisis te beperken? Nou, u ziet in dit blokje de zin staan dat wij de economische gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en andere inwoners zoveel mogelijk beperken. Nou, in datzelfde kopje mag u ook zien maatschappelijke instellingen waar dat gewoon echt voor nodig is. Dit is zeker geen blanco check van onze kant. Ook zeker geen, wil ik zeker geen beeld oproepen dat wij alle last op onze schouders gaan nemen wat dat betreft. Maar wij zullen daar in ieder geval oog voor hebben en dan vooral natuurlijk ook kijken in eerste instantie naar de instellingen waarvan uw raad ook in de, wat cultuur betreft, wat magere jaren die achter ons liggen, nog heeft gezegd van daar staan wij achter. En ik vind ook, dat is misschien wel mooi om dat hier ook te vermelden, de provincie hebben wij ook gemerkt dat die heel erg bereid is om ook juist die instellingen, en dat gaat dan vaak om de instellingen in de gemeente, om die te gaan ondersteunen op allerlei gebieden. Details kan ik daar nog niet over geven, maar die zullen ongetwijfeld binnenkort via de provincie zelf naar buiten komen. Maar ik was in ieder geval heel verheugd om te horen hoe het college van GS ook onze culturele instellingen wil gaan ondersteunen. Dan had de VVD nog een vraag bij aantrekkelijk koevoren. Dat ging over het inzetten van geld uit de reserve voor cultuur / voor culturele gemeenten, bedoelde u volgens mij specifiek. Omdat van ondernemers niet te verwachten valt dat ze bijdragen in deze periode. Nou, wat dat betreft ben ik overigens iets minder pessimistisch gesteld dan nu, want wij merken dat we dat er toch zeker nog bedrijven zijn die ook wel bereid zijn om nog te ondersteunen. En
Volgens mij hebben we er eerder al over gesproken dat wij... we hebben een totaal budget, dat is overigens ook steeds nog in ontwikkeling. En daar hebben we een bepaald bedrag wat we incalculeren voor bijdrage uit ondernemers. Maar dat zal een budget zijn waar nog de nodige fluctuaties in kunnen optreden. En volgens mij is het ook de bedoeling dat wij... dit is ook weer een van die thema's waar we elkaar ergens in het najaar nog over zullen spreken. En dan denk ik dat we ook iets meer helderheid hebben over hoe dat eruit ziet. En geld uit de reserve inzetten. Ja, u gaat als raad, gaat u over de reserves. Maar wat ons betreft is dat zeker een optie. En dan komen we inderdaad bij het blokje afval waar de meeste, of eigenlijk, nee, laat ik het goed zeggen, duurzaamheid waar de meeste vragen over waren. En die begonnen inderdaad met de vang, de vraag van de PvdA-fractie. Hoe staat het eigenlijk met die oud papier inzameling? Wat is het beeld daarvan? U bent inderdaad een tijd geleden daarover geïnformeerd. Helaas is de voortgang daarin niet zoals ik graag zou willen zien. Maar dat zal op korte termijn wordt dat wel weer echt opgepakt. Ja, en hoe loopt de inzameling? Daar zien we eigenlijk, en dat is het grote probleem, een heel erg groot wisselend beeld. Er zijn een aantal, met name dorpen, waar het gewoon op dit moment en eigenlijk de afgelopen jaren ook al erg goed loopt. Waar misschien nog wel wat ruimte is voor verbetering, maar waar het gewoon goed loopt. We zien ook een aantal andere plekken waar het minder goed gaat. En wat wij graag willen is dat allemaal naar zo hoog mogelijk niveau tillen. Zodat er geen, of in ieder geval zo weinig mogelijk, oud papier nog in het restafval zal gaan verdwijnen. Dan de vraag van de CDA-fractie naar of er nog meer mogelijkheden zijn om afval te scheiden en op te halen dan DIFTA. Nou, DIFTA is ook eigenlijk al een verzamelnaam, want dat kent ook een aantal verschillende manieren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan beprijzing per kilo of aan een beprijzing per lediging. Nou, daarnaast heb je nog bijvoorbeeld omgekeerd inzamelen. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als we komen uw restafval niet meer ophalen. Dat mag u ergens naartoe brengen. En dat mag u dan of per keer dat u het zeg maar stort weer betalen. Of, nou, dat kan op allerlei mogelijke manieren, kan dat ook nog. En onze insteek is om bij de bijeenkomst die we voor de tweede helft van het jaar met u voor ons zien. Om dan aan de hand van een deskundige al dat soort mogelijkheden gewoon op een rijtje te krijgen. Ook met voor- en nadelen erbij. Misschien een beeld erbij krijgen. Wat past nou gewoon bij een gemeente zoals Coevorden? En dan vervolgens daar een keuze in gaan maken met elkaar. Dan vroeg de VVD nog naar het nascheiden. Omdat betere resultaten zou bieden dan bronscheiding. Ja, dat is eigenlijk maar net wie je daarover spreekt. Wat je wel ziet is dat je ook bij voorscheiding, bij bronscheiding, valt er nog steeds, ook bij nascheiding, het nodige uit te halen. En de echt beste manier om te zorgen dat je minder afval krijgt, is bewustzijn aan de voorkant. En dat houdt dus in dat je gewoon echt al bewust bezig bent met het zo min mogelijk creëren van afval. Nou, we zien ook dat bijvoorbeeld supermarkten daar stapje voor stapje steeds meer op gaan inspelen. En als we er op die manier mee omgaan, dan hebben we gewoon minder afval. En wij zijn, dat heeft u misschien al iets van meegekregen, ook een gezamenlijke Drentse campagne gestart. Om ook vooral erop te wijzen hoe goed het is om vooral zoveel mogelijk van die grondstoffen weer gescheiden aan te bieden. Want er kunnen weer andere mooie producten van worden gemaakt. En nog beter als je nou een mooi product thuis hebt wat je niet meer gebruikt. Ik weet dat de kringloopwinkel er erg blij mee is en daar kun je ook weer iemand anders er erg blij mee maken. Volgens mij zijn dat allemaal de beste manieren om zoveel mogelijk afval te voorkomen. En dan hoeft er niet eens meer zoveel te worden nagescheiden. Dan heeft de BBC-fractie nog gevraagd naar de stand van zaken voor de kleine windmolens. Ik zie een vinger. Ja, ik heb niet zo'n knopje, dus ik was het niet. Ik zal de vraag stellen. Volgens de jaarrekening blijkt dat we een boete hebben gehad van rond de €400.000 om de vervuilde PMD-afval. Dus daarom is ook de vraag van ja, is nascheiding soms van PMD-afval niet beter omdat we dan minder boete kunnen krijgen?
Ja, maar onze insteek is sowieso om minder boete te gaan krijgen. En nog even los van het dat wij door gewoon nog beter te gaan vertellen wat mag er wel en wat mag er niet in. We willen proberen om inwoners dat zoveel mogelijk te laten doen. Maar ons beeld, en dat was het onderzoek volgens mij waar u ook mee begon. Ons beeld is dat die afkeur aan de idioot hoge kant was. Dus daar zijn wij ook begonnen en wij hopen dus dat dat bedrag ook nog echt fors omlaag kan gaan. Omdat wij gewoon denken dat die afkeur echt niet zo hoog was als die nu is aangegeven. En dan was ik bij de kleine windmolens waar de BBC terecht naar vroeg. En de stand van zaken daarvan, ik kan hem niet helemaal precies aangeven. Ik heb een concept daarvoor gezien. Dus die zullen we binnenkort, zal die ook de baan ingaan. Dan heb ik nog een vraag. Zowel de PvdA als de PAK-fractie vroegen naar het mobiliteitsplan 2.0. Vanwege de mededeling die wij hebben aangegeven. Nou, wij gaan daar nu geen prioriteit aan geven. En de PvdA vroeg van ja, worden dan ook geen knelpunten aangepakt? Nou, het is juist onze insteek om ons meer te gaan focussen op het aanpakken van wat knelpunten, dan onze tijd te gaan besteden aan het schrijven van een nieuw plan. Dus eigenlijk wat de heer Brinken aangaf over samenkrachtig, dat geldt ook voor dit mobiliteitsplan. Dus dat betekent dat we nog steeds aan de slag gaan met bijvoorbeeld een aantal punten die in de duurzaamheidsvisie staan. Met de deelauto, met uitvoering van projecten voor de fietsnota. Met allerlei bereikbaarheidsmaatregelen, verkeersveiligheidsmaatregelen, schoolzones. Daar verdere verbeteringen in aanbrengen. Dus die focus die zal juist meer komen te liggen op dingen die mensen ook gewoon concreet zien in hun eigen omgeving. En niet op papier. Want dat moet je daarna ook maar weer inzamelen. En dan de PAK-fractie vroeg nog van heeft het college ook zelf nog ambities? Nou, volgens mij heeft niet alleen het college ambities, maar u als raad ook. En daar staat bijvoorbeeld de duurzaamheidsvisie al bol van. En wij gaan daar onverminderd door mee om die vooral ook te gaan uitvoeren. En het afzien van duurzame mobiliteit, nou volgens mij heb ik hem al toegelicht. En terecht dat de heer Stoker zegt, ja ik zie nou niet het directe verband tussen de coronacrisis en het mobiliteitsplan. Nee, de hele directe is er niet. Want ook hoewel we waren iets minder mobiel in de coronaperiode met alle ook positieve gevolgen voor de omgeving die daarmee samenhingen. Maar het gevolg is uiteraard wel dat wij zien dat de aandacht moet gaan verschuiven. En daarom moeten we keuzes maken. En zoals gezegd, onze keuze is dan laten we vooral die problemen gaan aanpakken. En nu niet gaan kijken waar we mooie dingen op papier kunnen zetten. En dan de laatste vraag van de VVD over de warmtevisie. En de kijk op biomassa die veranderd is. Nou, volgens mij is die niet zozeer veranderd. Want ik meen mij al een eerdere discussie hier te herinneren waar de heer Stoker bijvoorbeeld al gloedvol betoogd heeft dat als je kijkt naar CO2-uitstoot je maar de vraag moet stellen hoe duurzaam dat allemaal is. Volgens mij zijn we daar allemaal wel mee eens. Maar zijn we het er ook mee eens dat we van het aardgas af moeten? Dat heeft onze Rijksoverheid in alle wijsheid besloten. Ja, en dan moet je vervangers hebben. En daar is biogas is daar een goede vervanger voor. En dat u aangeeft dat de VVD voorstander is van kernenergie. Volgens mij kunnen we daar een hele mooie discussie nog over voeren. Maar ik heb het idee dat dit meer op de landelijke tafel al een discussie is die al vele malen gevoerd is. En ongetwijfeld ook in de toekomst weer gevoerd zal gaan worden. Laten wij ons daar vooral even niet mee bezighouden. Dank u wel, wethouder Huizing. Ik zag dat meneer Stoker van het PAK nog een vraag heeft. En ik wilde eerder inbreken, maar hij doet het nu in ieder geval weer. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een aanvullende vraag richting de wethouder. Want wat ik wel frappant vind is dat de wethouder eigenlijk een heleboel voorbeelden noemt van zijn praktische insteek als het gaat om mobiliteit. Ik denk bij mezelf van zet dat op papier en je hebt een mobiliteitsplan en we weten waar we aan toe zijn. Maar ik begrijp dat dat kort door de bocht is.
Maar daar zou ik wel graag een reactie op willen. Want volgens mij heeft hij het wel in zijn hoofd zitten. Dus als je het op een A4'tje zet, hebben we een mobiliteitsplan. Wat we... Volgens mij kunnen we een hele praktische afspraak hier wel gaan maken. Want u weet, dit is een kaderbrief en die gaat uitmonden in een begroting. En dan heeft u vast allerlei vragen over wat we gaan doen met het geld wat we aan u vragen. Als we in de begroting nou eens een aantal van dat soort dingen voor het komende jaar alvast op een rij zetten. Dan denk ik dat wij ons de moeite van het mobiliteitsplan inderdaad kunnen besparen. Maar u als raad wel helderheid geven wat er gebeurt. En overigens heeft het huidige mobiliteitsplan al als titel duurzaam naar mobiliteit. Dus volgens mij qua titel voldoet het sowieso al. En dan op 1 A4'tje, dan zijn we allemaal heel blij. Ik zie geen vingers, ik zie niemand nog met aanvullende vragen. Oh toch, meneer Bouwers, PPC. Ik had nog twee vragen gesteld, voorzitter. Dat ging over steeds moeilijker om verbinding te maken met inwoners. En de kritische blik. Ja, volgens mij komen we nu bij de laatste portefeuillehouder, de meneer Bouwmeester. Die denkt dat hij die vragen meeneemt, want die staan inderdaad ook nog op mijn lijst. Maar ook op die van mij, voorzitter. Dus dat komt goed. Ik begin toch met de heer Stoker. Onder het kopje corona heeft hij volgens mij nog iets aan de orde gesteld. In mijn samenvatting, we gaan toch niet zelf het wiel uitvinden. Want is er inmiddels niet op landelijk niveau heel veel te doen over ja, wat zijn nou die effecten van corona, waar moeten we rekening mee houden, wat zou er anders kunnen en dergelijke. En het lijkt me wel de moeite waard om daar toch ook even iets over te zeggen. Want natuurlijk gaan we dat wiel niet zelf uitvinden. Er wordt op dit moment wel in Drenthe, maar ook op landelijk niveau, door de veiligheidsregio's in samenspraak met anderen gewerkt aan een aantal scenario's, denkmodellen, waarin dilemma's die de corona-ervaringen met zich meebrengen worden, ja, zeg maar even uitgetekend, zou je kunnen zeggen, om daarover het gesprek te kunnen voeren en te kijken of dat tot beleidsmatige consequenties moet gaan leiden. Daar sluiten we natuurlijk nauw op aan. Je mag van ons ook verwachten dat we een proactief beleid daarin voeren. Er staat niet voor niks hier onder de bestuurlijke hoofdlijn een kopje corona. En er staat ook niet voor niks dat we het ook liefst zouden zien als, ja, ondanks alle nadelen die corona met zich meebrengt, dat het misschien ook goed is om eens naar de kansen te kijken die het wellicht ook zou kunnen opleveren. Dus volgens mij zitten we daar wel op dezelfde lijn als de heer Stoker getuige zijn vraag. Dan, voorzitter, spring ik over naar het kopje Koe voor de Verbind. Want daar zijn inderdaad die vragen over gesteld die nog op uw lijstje stonden. En die van de heer Bouwers, maar ook anderen. Eerst maar even die visie participatie. Ik doe het gewoon maar even in de volgorde zoals in dat stuk staat. Nee, laat ik nog iets anders beginnen. Dit stuk staat er natuurlijk niet voor niks. Het is een van de hoofdlijnen uit ons bestuursprogramma, een van de pijlers. En de gedachte is, die in deze bestuurlijke hoofdlijn staat weergegeven, dat als we aan het einde van deze bestuursperiode door al onze maatschappelijke partners en last but not least ook onze inwoners als een echt verbindende overheid worden gezien, dan betekent dat het nodige voor uw werk, het raadsakkoord en al datgene wat we daar proberen te doen en wat het college ook dient te faciliteren en graag wil faciliteren, wat het college doet, maar ook wat de ambtelijke organisatie doet en hoe ze het doet. Dat is ook de reden waarom we over die verschillende kopjes, ook bijvoorbeeld dienstverlening, hier een passage aan wijden. Want het luistert dan nauw, hè? Want nou ja, u kent het spreekwoord, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Je hoeft het maar één keer toch net even minder verbinden te doen en het hele beeld is weg. En het college heeft een duidelijke ambitie, u weet dat, uitgesproken om inderdaad in deze periode echt, hè, dus betekent ook ja, geverifieerd zou je kunnen zeggen, ook waargenomen door anderen, goed in dat verbindend besturen te willen worden. En daar hebben we elkaar hard nodig. Maar er zijn ook een aantal autonome ontwikkelingen. En de visie participatie is er zo één. U weet, ik zit ook niet te wachten op allerlei nota's die er dan moeten komen. Omdat er nou eenmaal een nota moet komen. Het gaat natuurlijk om waar zijn we dan mee bezig? Wat vraagt de omgeving, wat vraagt de landelijke ontwikkeling van ons?
omgevingswet is zo'n ontwikkeling. Maar ook op andere reden. De herziening van de gemeentewet vraagt straks dat wij een participatieverordening vast dienen te stellen. Dat dient u te doen als raad, want u gaat over de verordeningen. Dat vraagt natuurlijk een gedegen voorbereiding die past in de lijn van dat verbindend bestuur en de ambities die we daarin hebben. Dus dat even over dat aspect participatie. Het gaat niet over de participatiewet van de heer Brink. Maar daarom staat het ook in dit blokje. In diezelfde zin zou ik ook op mevrouw Vissering willen reageren als zij terecht zegt, ja, we gaan toch niet allerlei nieuwe onderzoeken doen. Ik heb daar zojuist al even op geduid, daar ben ik ook niet zo van. Maar het kan wel heel goed zijn dat juist om die moeilijke opgave, mevrouw Vissering verwees ook naar dat mooie boek wat we hebben, Buitenspel neem ik aan dat u op doelde, mevrouw Vissering. Die kaart natuurlijk ook precies dat dilemma aan, dat wij bepaalde delen van onze samenleving, bepaalde delen van de maatschappelijke partners heel goed weten te vinden en die weten ons heel goed te vinden. Maar het gaat nou juist natuurlijk om die groepen en op die plekken waar dat minder vanzelfsprekend is. En daar zijn onze gangbare instrumenten wellicht niet helemaal toereikend voor. En dan zou het noodzakelijk kunnen zijn, maar goed, daar zegt dit stuk natuurlijk niet zonder reden van, nou, dan komen we daar nog even specifiek op terug, want dan zal u terecht natuurlijk de vraag hebben van ja, hè, moet dat dan zo en delen we dan die noodzaak? Nou, dat komt dan wel. Vooralsnog ligt er geen concreet beeld nog, maar zoals hier staat, in het kader van de programmabegroting zou dit een aspect kunnen zijn, omdat wij zo graag ook die blinde vlekken, zou je kunnen zeggen, willen kunnen adresseren. En daar hebben we niet altijd kennelijk het juiste instrument voor. Nou, dan de heer Bouwers. Die kritische blik. Hoe ontwikkelt zich dit? Ja, ik zou kunnen zeggen natuurlijk, ja, u bent natuurlijk de eerste kritische blik als het gaat om de controlerende taak van de raad richting het college. Waar het hier over gaat is natuurlijk het feit dat ja, je ook van een openbaar bestuur wat echt verbindend wil zijn en zich ook als een bestuur wil laten kennen, dat wij ook transparantie hoog in het vaandel hebben staan, dat wij graag verantwoording willen afleggen over hoe we het doen, wat we doen en hoe we het doen. Bijvoorbeeld zo'n quick scan, lokale democratie. En er zijn ook andere methoden denkbaar. Daar heb je wat op te organiseren. Dat zijn we niet erg gewoon met elkaar in deze gemeente. We hebben niet zo erg veel met omnibus enquêtes en dat soort zaken. Onderdeel van de dienstverlening zou het kunnen zijn, hè, om veel meer ook die feedback te stimuleren. En instrumenten zoals hier in dit stuk staan, die quick scan lokaal democratie. En dan ook daadwerkelijk aan de slag gaan met datgene wat dat oplevert. Nou, voorzitter, ik heb al iets gezegd over de samenhang, hè, die de manier van onze dienstverlening natuurlijk heeft met de ambities die we op verbindend besturen erop nahouden. Ook daar kan nog wel wat ontwikkeld worden. Want die online dienstverlening, hè, toen we nog niet van corona wisten, toen hadden we wel de notie dat online dienstverlening wel een blijvende trend zou zijn. En inmiddels hebben we gezien welke impuls dan toch ook die corona daaraan geeft. En er kan nog veel meer. En de ambitie is om daar niet tot de kopgroep te boren, maar wel vlak achter de kopgroep. Ik heb dat al eerder zo aangegeven. Omdat we best een goede uitgangspositie hebben om ook met die dienstverlening nog verder aan de slag te gaan. Dank u wel. Volgens mij had het CDA daar ook nog een praktische vraag over. Over de hoeveel mensen gebruik maken van het thuisbezorgen van de documenten. Ja, dat heb ik niet in mijn hoofd. Ik heb een aantal ervaringen zelf ook gehoord van mensen die daar buitengewoon over te spreken waren. Maar ik zou het even moeten navragen. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad best een handig weetje is om eventjes op zak te hebben. Dus bij de volgende bespreking hoort u dat. Dank u wel voor deze antwoorden. Volgens mij hebben we dit onderwerp nu afgesloten. Hoofdstuk 1 is kunnen we naar 2. Dat gaat over de ontwikkeling van de financiën. Daar hebben we een eerste kopje samenvatting. Dan komen de inkomsten.
met de meiscirculaire en de belastingen, huren en pachten. Zijn er vragen over? We zitten nu op pagina, begin op 12. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, ik heb inderdaad een vraag over pagina 12, over het overzicht van het meerjarenperspectief. Daar staat een tabel. En wij vroegen ons af, waarom stijgt het circulaire gemeentefonds eerst en vervolgens daalt het weer? Daar zijn we wel benieuwd naar. Meneer Stoker, PAK. Ik ben P, ja, dat klopt. Ik had even een vraag ook naar aanleiding van het meerjarenperspectief. En ook een vraag, ja, ik ben normaal gesproken geen woordvoerder, dus u kunt misschien wel denken van een hele domme vraag. Maar in het meerjarenperspectief staat in tegenstelling tot die van vorig jaar dat er geen bijdragen opgenomen zijn voor reeds geaccordeerd nieuw beleid. Ik was gewoon even heel benieuwd of de wethouder mij kan uitleggen hoe dat kan. Dank u wel. Niemand verder, mijn circulaire, belastingen, huren en pachten. Dan zijn we bij de uitgaven. Ook niemand. Dat gaat goed zo. Kijk, dan zijn we toch nog op tijd thuis. Ik zie wel dat de heer Heling een vraag heeft. CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was de draad een beetje kwijt. Ik ben op pagina 15 beland inmiddels. Kan dat? Ja hoor, pagina 15. Dat gaat over het medicijngebruik. We hebben veel minder medicijngebruik binnen deze gemeente. Daar staat ouders met geestelijke problemen. Maar zouden niet ouderen met geestelijke problemen moeten zijn? En als gevolg daarvan worden we afgestraft in het gemeentefonds. Hoe zit dat? Mevrouw Vissering, VVD. Ja, voor mij ging het misschien iets te snel, maar ik had nog een vraag over pagina 13, de structurele begrotingsruimte. In de laatste zin van deze eerste alinea is opgenomen, dan komen wij met voorstellen om een begroting met een structureel en reëel sluitend meerjarenperspectief aan te bieden. De kaderbrief geeft op dit moment een negatief saldo aan. Het is jammer dat wij nu niet uit de kaderbrief kunnen halen hoe we dit structureel sluitend krijgen. Helemaal met de coronaperikelen die nu spelen. Welke denkrichting heeft het college en op welke wijze wordt er straks een sluitende begroting aangeboden? Meneer Bouwers, PPC. Dank u wel, voorzitter. Ik zit op bladzijde 14 en dat gaat over die armoedebestrijding voor kinderen of van kinderen. In ieder geval, dat gaat om een bedrag van 6.000 euro. Hoe moet ik dat zien? Is dat voor het geheel of is dit een aanvulling? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Dank u wel. Dan ben ik nu bij de belastingen, huren en pachten. Dat is pagina 16. Ja, meneer Blanke, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Even over het stukje belastingen. Dit gaat over de indexering van lokale lasten. En de vraag is, moet dat nog wel op één hoop met de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing? Volgens mij moeten afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten kostendekkend zijn. En de OZB is volgens mij de enige knop waar je aan zou kunnen draaien. Dank u wel. We zijn bij de uitgaven. Oh, u bent daar nog niet. Mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Dank je wel, voorzitter. Is ook op pagina 16, toeristenbelasting. De toeristenbelasting gaat wel verhogen, maar er is nog steeds geen onderzoek. Gaat de wethouder zich ervoor inzetten dat in 2021 wel een onderzoek komt? Dank u wel. Dan zijn we nu bij de uitgang. Oh, meneer Stoker, PAK.
Ja, dat kan heel kort hoor. De redenatie rond de toeristenbelasting om tot verhoging te komen, die kunnen wij volgen. En ik wil er vast aangeven dat wij daar akkoord mee zijn. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, ik ga toch maar weer even een stapje terug naar pagina 14. Daar staat bij uitkeringsfactor. Wordt gesteld dat de dalende trend van het accres het gevolg is van een lager geraamde zorgkosten. En daar staat bij dat deze aanname bijzonder is te noemen. Waarom is dit bijzonder te noemen? Dank u wel. Ik ben bij de ontwikkeling uitgaven nu, pagina 17. Als het dat duidelijker is, dat ik even de paginanummering aangeef. Ja. Pagina 18. Pagina 19. Oh, dat zijn we al verder. Excuus. Dan komen we al bij de overige ontwikkelingen. He, daar staan een aantal onderwerpen in over de Dutch Tax Zone, culturele gemeente. Pagina 19. Ja, meneer Stoker. Voorzitter, dank u wel. Dutch Tax Zone, het lijkt erop dat de Dutch Tax Zone in ieder geval steeds een belangrijke rol toegedicht krijgt dan we dat volgens mij van tevoren bij de insteek rond de Dutch Tax Zone konden vermoeden. Mijn fractie is steeds positief kritisch geweest ten aanzien van de Dutch Tax Zone. Maar ik vraag toch aan de portefeuillehouder een gedegen evaluatie voordat we opnieuw nieuw geld gaan investeren, want ik heb het al eerder aangegeven. Ik heb steeds het gevoel dat we als raad vooral aan zet zijn wanneer we de portemonnee moeten trekken. Maar dat die inhoudelijke evaluatie en discussie steeds op een andere plek plaatsvindt. En dat we achteraf daar wat van horen. Dus mijn vraag is, kan de wethouder zeggen dat wij tot een gedegen evaluatie komen van de Dutch Tax Zone? Dank u wel. Iemand nog over Dutch Tax Zone? Niemand? Culturele gemeente? Vitale vakantieparken, pagina 19, meneer Heling, CDA. Ja, dank u wel. Er wordt gesproken over een afgeslankte variant. We zijn wel benieuwd hoe die er dan uitziet. En hoe lijken de kosten voor Koevoorde uit te pakken als de nieuwe verdeelsleutel wordt toegepast? Dank u wel. Het sociaal domein, meneer Stoker, pak. Meneer voorzitter, nog even over vitale vakantieparken. U gaat echt heel snel, ik snap het. Even een hele korte vraag. En misschien is dat al eens beantwoord geweest, maar wij zijn toch wel benieuwd wat de reden is geweest dat de aanvraagdeal op dit onderwerp gewoon niet gehonoreerd is. Dank u wel. Het sociaal domein, pagina 20. Niemand. Centrumvisie. Mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Dankjewel, voorzitter. Wij lezen dat er een kostenraming is opgesteld. Kunnen wij deze kostenraming ook inzien? En wij missen een overzicht. Wij zijn nog steeds op het punt waarin wij ons afvragen hoe zit het met de parkeervisie. Meneer Stoker van het PAK. Ja, vergelijkbare vraag. Wanneer kunnen we een kostenraming van het totaal tegemoet zien? Dank u wel. Dan zijn we bij de omgevingswet. Niemand. Onderwijshuisvesting. Meneer Blanke, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat er wel wat meer leerlingen af zijn gegaan. Hè, want er waren goede slagingspercentages hier in de buurt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over het volgende. Wat is de voortgang van de nieuwe vesten? Kunt u daar iets over vertellen en de eventuele aansluiting bij het MBL? Meneer Heling, CDA. Ja, dank u. Wordt er in de dorpen ook gesproken over het vormen van een samenwerkingsschool? Dank u wel. Dat was onderwijshuisvesting. Ik zie niemand meer daarover. Dan groot onderhoud gebouwen. Meneer Mulder, PvdA.
Ja, in groot onderhoudgebouwen wordt gesproken over het kernbezit. Mijn vraag gaat over het niet-kernbezit. Een daarvan is de voormalige peuterspeelzaal aan de Jan Steenstraat. De afspraak is dat bij voldoende bestemmingsreserve af te stoten panden worden gesloopt. Volgens mij komt deze daarvoor in aanmerking. Dus mijn vraag is, wanneer wordt dit pand gesloopt? Want daar is echt wel aanleiding voor. Het ziet er niet uit op dit moment. Dank u wel. Meneer Bouwers, BPC. Ja, dank u wel. De groot onderhoud gebouwen. En dat de vraag is... Is de meerjaren onderhoudsplanning niet meer betrouwbaar? Want ja, die hebben we toch altijd vrij nauwkeurig bijgehouden. Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dank u wel. Dit is iedere vergadering, lukt dit één keer, hè? we zijn bij de klimaatadaptatie. Heeft iemand daar een vraag over? Niemand. Eikenprocessierups. Meneer Tempels, BBC. Dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag zien dat er wat meer actie opkomt. Weten jullie ook al wanneer als de aanbesteding heeft plaatsgevonden, maar wanneer als het uitgezet wordt? Dan zijn we bij het gemeentefonds, heer Eiking. Dan hebben we dit stuk gehad. Het volgende hoofdstuk zijn de uitgangspunten. Dus ik wil heel graag het college en de portefeuillehouders de gelegenheid geven om te antwoorden op de vragen. Het zijn er best wel veel. Ook gezien de tijd wil ik toch wel vragen of we het enigszins bondig kunnen houden. dan hebben we volgende week ook nog wat. Ik ga het rijtje af. Meneer Brink, wilt u beginnen? Ja, dank u wel, voorzitter. Medicijngebruik, ja, het is inderdaad een hele bijzondere. Het zijn twee indicatoren waarop ons budget berekend wordt. We hebben dat nagegaan en dat zijn de factisgegevens die ze gebruiken. En de factisgegevens worden opgewerkt door de ziektekostenverzekeraar. En we zijn naastig aan het zoeken waarom deze indicatoren nou juist dit bepalen. Ten eerste, ik kan me een klein beetje voorstellen, maar dat is een vrije interpretatie, dat er aan een bepaalde groep gebruikers van een bepaalde groep medicijnen die in ook een bepaalde kostenpost zit voor de gemeente en dat dat een indicatie is voor de... Maar dan vragen wij ons nog af waarom deze bij ons lager is dan bij alle ons omringende gemeenten. Want Coevorden is natuurlijk uniek, dat weten we. Coevorden is veel mooier dan alle anderen, maar lijkt ook op heel veel dingen wel op onze buren. De 6.000 euro armoedebestrijding, volgens mij is dat een correctie of een aanvulling op de armoedebestrijding die wij al sinds jaar en dag, de gelden die wij al sinds jaar en dag krijgen, de zogenaamde kleinsmaagelden. De zorgkosten dalen, dat is bijzonder. Die opmerking hebben we erin gezet, omdat we eigenlijk dat een beweging is die tegen de trend in is. Elk jaar stijgende zorgkosten. Als de zorgkosten in de hand gehouden worden, dan zeggen ze stijgen iets minder. Maar ze stijgen elk jaar. Dus wij vinden dit een bijzondere opmerking. En deze zal ook in VDG en VGG-verband aan de orde gesteld worden. Omdat eigenlijk niemand verwacht, ook na de coronacrisis, dat die zorgkosten echt zullen dalen. Meneer Heling, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort en bondig houden. Er werd gesproken over ouders met langdurig psychisch medicijngebruik. Is het inderdaad ouders of zijn het ouderen? Ouders. Dus het staat goed in de kaderbrief, ja. Dank u wel.
Heel kort en heel bondig. Meneer Huizing. Ik zit even te kijken. Ik heb meegeschreven, maar ik... Oh ja, de eikenprocessierups is een vraag over. Ja, maar daar wou ik mee eindigen. Ik wou gaan beginnen met onderwijs. En onderwijshuisvesting, om precies te zijn. De PvdA-fractie vroeg naar de voortgang de nieuwe vesten. Die vraag komt nog net wat te vroeg. Maar volgens mij, als u tijdens het zomerreces zich nog even gaat afvragen wat wij u behoorlijk snel daarna hopen te presenteren, dan heeft u denk ik een mooie tijdsbestek. Maar dat gaat heel erg de goede kant gaat dat op. Dus wij verwachten u binnenkort daar meer over te kunnen presenteren. Maar het is ook niet voor niets dat wij hier nu wel al het een en ander over hebben opgenomen. Want wij zien dat, dat we daar de goede kant op gaan met z'n allen. En het CDA had ook een vraag over onderwijshuisvesting, maar dat ging over of er ook gesproken wordt over samenwerkingsscholen in de dorpen. Of dat gesprek plaatsvindt, dat weet ik niet. Ik hoor af en toe wel geluiden van ouders die zeggen van nou, waarom hebben wij nog twee scholen in een dorp? Daar kan misschien best eentje worden in de toekomst. Wat we in ieder geval als insteek hebben voor ons integraal huisvestingsplan, is daar waar meerdere scholen aanwezig zijn, om daar, als daar bijvoorbeeld nieuw gebouwd wordt, dan gaan we naar één nieuw gebouw. En dat gebouw dat moet er ook zo op ingericht zijn, dat het niet de bedoeling is dat we één dak hebben, maar nog steeds twee volledig gescheiden scholen door een hele dikke muur. Dat moet ook flexibel zijn. En dat moet in ieder geval niet in de weg staan, dat als de schoolbestuur, want die gaan er uiteindelijk over, als die besluiten dat zij meer willen dan alleen maar onder één dak zitten, dan moet die mogelijkheid daar gewoon in het gebouw moeten zijn. En tot slot de vraag van BBC over de EPR, de eikenprocessierups. Het enige diertje met een afkorting volgens mij. De BBC-fractie geeft aan van nou, we willen graag wat meer tempo. Op zich, de aanbesteding heeft inderdaad plaatsgevonden. De preventieve bestrijding heeft plaatsgevonden. En ik weet niet wat we nog meer met tempo moeten gaan doen, want we zijn juist heel druk bezig met ruimen op dit moment. En daar hebben we wel een... vorig jaar hebben we als college, omdat zoals u weet, er veel meer rupsen waren dan de bestrijding aankon, hebben we daar prioriteit in gesteld. Die prioriteitsstelling wordt nog gehanteerd. En er wordt ondertussen de laatste hand gelegd aan een nieuw soort beleidsplan om ook gewoon voor de toekomst duidelijk te maken hoe wij ermee omgaan. Dank u wel, meneer Huizing. Volgens mij waren dat inderdaad alle vragen. Meneer Stegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was even driftig meeschrijven, maar gelukkig heb ik een groot klapbok. ik begin even met de VVD. Waarom eerst een stijging van het gemeentefonds en daarna weer een daling? Ja, dat is voor mij ook een grote vraag. Ik zou haar zeggen, de wegen van het gemeentefonds zijn ondoorgrondelijk. Zoals u wellicht weet zitten er echt ontstellend veel parameters in zo'n gemeentefonds. En daarmee kan het kwartje zomaar de goede, maar ook de verkeerde kant opvallen. Ik geef u wel mee dat dit natuurlijk niet het eindverhaal is als we kijken naar volgend jaar. Er komt, zoals u weet, nog een nieuwe circulaire in september en ook in eind dit jaar in december, dacht ik. Dus het kan ook heel goed zijn dat het uiteindelijk wel een beetje meevalt. Maar heel duidelijk antwoord kan ik u daar niet op geven. De fractie van PAK vroeg van hoe zit het nou met nieuw beleid? Is daar geen geld voor? Nou, er is door uw raad geen nieuw beleid geaccordeerd, dus dat is ook niet opgenomen in de financiële stukken. Nou, medicijngebruik, daar heeft volgens mij mijn collega iets over gezegd. Dan de VVD opnieuw over de sluitende begroting. Nu inderdaad een negatief saldo. Hoe krijgen we dat sluitend? Ja, dat is, daar bent u ook zelf bij, zou ik haar zeggen. Wat we eerst in elk geval gaan doen is dat we nog eens heel kritisch intern gaan kijken naar de cijfertjes en de uitkomsten van de mei-circulaire. Want volgens mij kunnen we heel voorzichtig concluderen dat daar best het een en ander op valt af te dingen.
Vooral die algemene uitkering is toch wel, ja, dat je zegt van nou, daar zitten wel wat puntjes in waar je wel op zijn zachtst gezegd wat vraagtekens bij zou kunnen zetten. Ja, en ook de prijscompensatie en de looncompensatie die in dit gemeentefonds zit ingebouwd. Nou ja, daar komen we als gemeente lang niet mee uit. Als wij gewoon onze normale inflatie doorberekenen in onze kosten, dan moet ik gewoon concluderen dat zelfs die kosten niet vanuit het gemeentefonds door het Rijk worden gecompenseerd. En dat is kwalijk. Nou, vandaar dat we ook op uw insteek daar in een brief ook aandacht voor hebben gevraagd richting het Rijk. En we staan daarin ook zeker niet alleen. De PvdA had nog een vraag, dat ging over, als ik het goed heb opgeschreven, aan welke knoppen kunnen we draaien? Nou, dat weet u ongetwijfeld, hè? Dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, dat kostendekkend moet zijn. Ja, de knoppen die dan overblijven zijn dan toch voor een belangrijk deel de onroerende zaakbelasting, de OZB. Meneer Blanke, PvdA. Dat was niet helemaal mijn vraag, want dat is mij wel duidelijk. Maar mijn vraag is, moeten we dit nog wel op één hoop? Hè? De OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Volgens mij bedoelt meneer Blanke of die indexering die daarop zit, of die over al die afvalstoffenheffing, OZB en al de kosten die daarin zitten, of die daar overheen moet. Oh, dat vind ik wel een hele technische vraag, voorzitter. Ja, volgens mij geldt in de volle breedte dat die indexering niet voldoet bij de daadwerkelijke kostenstijgingen. Maar als u daar dieper op in wilt gaan, vraag ik u om dat schriftelijk aan het college te vragen. Ja, meneer Blank. Ik zie een knikkende heer Blanke. Dank u wel. Ja. De toeristenbelasting, de vraag van het CDA. Gaat het college zich inzetten voor dat onderzoek? U doelt op dat differentiatieonderzoek wat is ingesteld en wat voor onze gemeente ook reden is geweest om tot twee keer toe af te zien van een stijging van de toeristenbelasting. Ja, het is teleurstellend dat het onderzoek nog niet klaar is. En ik zal er zeker op aandringen dat dat wel zo snel mogelijk gebeurt. Want ja, in feite snijden we ons daar zelf ook mee in de vingers, omdat het een verdere differentiatie die voor onze gemeente positief zou uitvallen, ook in de weg staat. Dus er is ook alle belang bij om dat onderzoek snel boven tafel te hebben. Dus daar zullen we zeker op insteken. De Dutch Tax Zone, vraag van het PAK. Nou, ik kan de heer Stoker eigenlijk op zijn wenken bedienen. Er is inderdaad een evaluatie. Een uitvoerige evaluatie, die is ook al in de program board van de Dutch Tax Zone, hoop Engels op een hoop, is al besproken. De afspraak was in eerste instantie dat de gezamenlijke gemeenten dat in augustus met de gemeenteraden zouden gaan bespreken. Ik heb me er zelf sterk voor gemaakt om dat al eerder met u te delen, want ik vind dat eigenlijk veel te laat. Dit college heeft niets te verbergen. Het is gewoon zo, als het onderzoek er is en het is in het college besproken, zie ik geen enkele reden om het u te onthouden. Daar heb ik me voor ingezet. Heel concreet, volgende week dinsdag gaan we het stuk in het college bespreken. En mijn intentie is om het daarna vervolgens met een korte begeleidende brief naar u toe te sturen, zodat u er kennis van kunt nemen. En last but not least, volgens mij is ook in het najaar nog een aanvullende bijeenkomst gepland om iets wat meer in de volle breedte over Dutch Tax Zone te spreken. Ja, en de heer Stoker gaf nog aan van, goh, ze kloppen alleen bij ons aan als er geld op tafel moet komen. Dan kan ik de heer Stoker geruststellen, want dat zal volgend jaar niet gebeuren. Want hoewel het programma voor Koevoorde tot en met dit jaar loopt, is er uit ons budget voldoende overgebleven om ook de bijdrage voor volgend jaar daaruit te kunnen financieren. Dus we zullen volgend jaar niet daarvoor opnieuw bij uw raad aankloppen. Even een vraag ter verduidelijking. Gesprek in de volle breedte. Hebben we het dan over de volle breedte van deze raad? Of de volle breedte van, inclusief die program board? Nee, we hebben het dan echt over evaluatie hier. Ik stel me voor, voorzitter, dat een gesprek is tussen het college en de raad. Maar als de raad er prijs op stelt om daar mensen uit de program board extra bij te hebben, dan lijkt me geen bezwaar. Nee, volgens mij bedoelt meneer Stoker de behandeling hier in de raad.
Goed, voorzitter, dan kijk ik nog even op mijn lijstje. Waarom is de regio-deal niet gehonoreerd? Ja, dat kan ik u op dit moment niet zeggen. Ik heb zelf niet aan tafel gezeten bij de beoordeling daarvan. De centrumvisie, vraag van het CDA. Wanneer kunnen we de complete kostenraming zien? Daar kan ik u op dit moment geen antwoord op geven. Ik ga ervan uit dat dat wel er binnenkort aan zit te komen. U hebt het budgetrecht en u gaat over het geld. Dus dat komt ongetwijfeld bij u op tafel. De parkeervisie. Die zit er ook aan te komen. Daar heb ik al eerder iets over gezegd. Daar wordt aan gewerkt op dit moment. En ik heb u ook al eerder toegezegd dat die dit jaar in elk geval ook klaar zal zijn. Ik vind het ook belangrijk dat dat, dat dat goed gebeurt en dat u daar ook kennis van kunt nemen. Voordat wij ook fysiek op dit moment in de stad al allerlei dingen gaan doen. We moeten wat dat betreft de goede volgorde der dingen bewaken. En dan zit ik even te kijken. De scholen hebben we gehad. Hoe zit het met het niet-kernbezit? PvdA vraagt aandacht voor een voormalige peuterspeelzaal. Volgens mij is dat inderdaad... Dat vaker gehoord. Ik weet niet exact waar daarin de stand van zaken is, maar als u zegt van goh, daar moet nodig iets gebeuren, dan neem ik dat voetstoots van u aan. En ik zal informeren wat de plannen zijn op dat punt, of er al een sloopkogel besteld is. Ik zou het u op dit moment niet kunnen zeggen. Is de meerjaren onderhoudsplanning nog betrouwbaar, vraagt PPC zich af. Nou, ik krijg geen signalen dat dat niet het geval zou zijn. Dus daar vertrouw ik dan maar op. En de eikenprocessuren, volgens mij heeft collega Huizing daar iets over gezegd. Ja, volgens mij ook. Volgens mij zijn alle vragen beantwoord. Zijn er nog opmerkingen? Niemand? Ja, toch, meneer Stok. Ja, voorzitter, ik vind de wethouder, ik bedoel, met alle respect... Maar er zijn een aantal vragen gesteld waar hij geen concreet antwoord op kan geven. Met name de vraag die ook het CDA heeft gesteld als het gaat om wanneer kunnen we de kostenruimte tegemoet zien. Kan de wethouder in ieder geval toezeggen dat bij de begrotingsbespreking dat gewoon allemaal klip en klaar en helder voor ons is. Zodat er de komende periode uit gaat zien. Want die behoefte aan duidelijkheid heeft mijn fractie in ieder geval wel. Meneer Stegen. Ja, voorzitter, dat lijkt me geen probleem. We zijn voor transparantie en we zullen in elk geval een duidelijke indicatie geven op het moment dat we de begroting bespreken. Dank u wel. Dan kom ik bij het laatste. Meneer Heling heeft toch nog een vraag bedacht. Ik mis de vitale vakantieparken nog. De vraag herhalen. Wat houden afgeslankte varianten en hoe lijken de kosten voor Koevorden uit te pakken als er een nieuwe verdeelsleutel wordt toegepast? Ja, voorzitter, de heer Heling weet net als vele anderen in deze zaal dat dat taaie materie is waar we al jaren aan werken. En waarbij we niet de illusie moeten hebben dat we daar heel snel stappen in kunnen zetten. Dat wil niet zeggen dat er niet aan wordt gewerkt, want dat gebeurt wel degelijk. Ik wacht net als u nog op het totaaloverzicht per park wat we daar concreet hebben opgehaald en denken te moeten doen. Ja, ik denk dat we pas op dat moment ook echt een goede inschatting kunnen maken wat de kosten daarin zijn. En zoals u weet is daar de regio deal dus in afgeketst en moeten we wel kijken van hoe we dat kunnen gaan financieren. Ik heb u ook al eerder aangegeven dat dit college in de stand zit om het per park te gaan bekijken en aan te pakken. En ik denk ook zeker dat het wijs is om dat in een gefaseerde aanpak te doen. En ik ga liever voor rustig en zorgvuldig dan nu een hoop haast maken en de verkeerde dingen doen. Dus ik wil dit zorgvuldig doen. En zodra dat overzicht er is, en ik verwacht eigenlijk wel dat dat op korte termijn komt, zullen we daar zeker nog over te spreken komen. En dan kunnen we ook de financiële invulling verder met u bespreken. Voldoende beantwoording. Dank u wel. Dan zijn we gekomen bij de laatste drie pagina's van de kaderbrief. Dat gaat over de uitgangspunten 2021-2024. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Vragen, opmerken?
Niemand? Goed, dan zijn we door het document heen en hebben we eigenlijk de eerste termijn gehad. Het PAC heeft al een voorzet op een paar punten gedaan. En ik wil jullie graag de gelegenheid geven om in de tweede termijn nog te reageren. Meneer Boy, BBC? Het stuk nu ter bespreking? Ja, ter bespreking. Ja, dat wil ik wel, ja. Ik wil het inderdaad in de tweede termijn in bespreking geven en graag het advies horen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tot onze verbazing lezen wij bij bestuurlijke hoofdlijnen, pagina 9, dat u het tijdpad wilt verlengen voor onder andere het herstructureringsfonds. Op 12 november hebben wij samen met PvdA een motie ingediend, die ook gesteund werd door VVD en PPC, waarop het college de volgende toezeggingen heeft gedaan. En ik zal het even citeren. De toezegging is voor de kaderbrief 2021, nu dus, met alle relevante partijen, de belangrijke thema's die identificeren in het kader van leefbaarheid van het platteland en te starten met de visie op het toekomstbestendig maken, houden en of maken van de dorpen. Daarnaast de regels van het herstructureringsfonds uiterlijk gelijktijdig met de kaderbrief, ook nu dus, vast te stellen. Hierbij de gedachte te betrekken dat het versterken en ruimte geven aan elementen als cultuur, kunst en historie een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid kunnen leveren. Dan bij de begroting van 2021 de visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te presenteren, op basis van die visie een voorstel te doen hoe de herstructureringsreserve voldoende op peil gehouden kan worden, voor een effectieve inzet ten behoeve van de doelen die aan deze visie zijn verbonden. Voorzitter, nu blijkt echter dat er in de toezeggingen nog geen energie gestoken is. Op dit moment hebben wij geen behoefte aan een discussie, want dat doen we straks dinsdag in de Raad over dit onderwerp. Maar u begrijpt natuurlijk dat het voor ons zwaar weegt bij de behandeling van de kaderbrief in de Raad van aanstaande dinsdag. En daar wou ik het voor nu even bij laten. Dank u wel. Als u daarbij verwacht u nog een reactie van de wethouder? Nou, ik heb geen vraag gesteld. Als hij reageren wil, dan is het prima. Maar ik heb geen vraag aan de wethouder gesteld. Meneer Stegen voelt ook geen behoefte. Dat komt waarschijnlijk dinsdag. Wil iemand nog reageren? Of kan ik hieruit begrijpen dat we dit dinsdag als punt gaan behandelen? Meneer Nijenbanning? Ja, ik heb toch nog een kleine reactie. We hebben dit allemaal doorlopen en we zien hier op een gegeven moment dat de saldo in de kaderbrief negatief is. Ik heb misschien nog wel wat ideeën daarin, of wij hebben misschien daar wel wat ideeën daarin. En dat heeft dan misschien te maken met de toeristenbelasting, culturele gemeenten en de vakantieparken bij elkaar, oftewel recreatie en toerisme. Dat zie ik niet zo benoemd. En we stellen eigenlijk wel dat het wel goed gaat met die toerisme in de gemeente Coevorden. En dat de cijfers ook wel goed zijn. Veel banen, liefst 1 op de 5 inwoners is direct of indirect werkzaam in het toerisme. Strikt eromheen en klaar of niet? Nou, eigenlijk hebben wij daar wel een behoefte aan om een betere toeristische recreatieve profilering te doen. We moeten meer toeristen verleiden om voor onze gemeente te kiezen. Laten we vooral aandacht geven aan de marketing en de optimale informatievoorziening. We kunnen niet leunen op alleen een aantrekkelijk landschap voor wandelen en fietsen. We denken dat de kwaliteit voor het vrije tijdsproduct voor een belangrijk deel op orde is. Maar we moeten ons bij de toerist veel nadrukkelijker profileren als de beste vrije tijdsgemeente van Drenthe. Samen moeten we op zoek naar onderscheidende verhalen van onze rijke historie. Zoals Ellen den Brammert, Rudolf van Coevorden, een mooie stad, Vincent van Gogh, prinses van Zwelo, etc. Wij denken dat we daar eens wat mee moeten gaan doen. Dus meer op de marketing en profilering. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Meneer Slomp?
Ja, dank u wel. Een reactie richting meneer Nijbanning. Volgens mij hebben we vrij recent nog nieuw beleid vastgesteld van de hand van de BBC-wethouder. Schiet u dat hier af of hoe moet ik dat zien? Nee, dat schieten we niet af. Wij bevestigen dat nog een keer. Als het herhaling is de kracht van de reclame. Ik heb hier ook nog 7 beleidsnota's die ik nog even voor wil lezen. Kan dat, voorzitter? Ik heb net gezegd, we houden het kort en bondig. Dus helaas. Maar dinsdag heeft u alle tijd. Want dan geeft meneer Bouwmeester... Nou, dan moet u verdelen over uw fractie. Als dat een toezegging is, dan noteer ik die graag. Volgens mij kan ik als voorzitter geen toezeggingen doen. Heeft iemand nog behoefte om in de tweede termijn nog iets aan te geven? Want dan kan ik, denk ik, de vergadering voorstellen om dit als bespreekpunt op de agenda van dinsdag aanstaande op te nemen. Akkoord? Dank u wel. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. En dan zijn we aangekomen bij het... Ik moet even kijken hoor. De verordening van de rechtspositie raads- en commissieleden. Niemand. Hamerstuk. Dan wordt het een hamerstuk. Dan gaan we naar 9. Dat gaat over het voorstel van het college in zaken de uitwerking van de raadswerkgroep duurzaamheid. Meneer Soppen. Ja, dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt de uitwerking opdracht aan raadswerkgroep biodiversiteit. En het college geeft aan dat ze binnen de kaders van deze opdracht verder zijn gegaan met het ontwikkelen van beleid. En onze fractie vindt dan ook dat het college op de goede weg is. Biodiversiteit is hot. Je kunt vandaag de dag geen krant openslaan of er staat wel een artikel in over biodiversiteit. Ook in de duurzaamheidsvisie en in de strategische agenda is biodiversiteit opgenomen als speerpunt en of beleid. Een prima zaak. Maar voorzitter, de beantwoording op de kaders van de werkgroep had wat ons betreft nog wel wat scherper en ambitieuzer gemogen. En zonder nu verder op die inhoud te willen ingaan, stel ik voor dat we dit voorstel bespreken na het zomerreces. Dus ik zou hem wel willen bespreken. Dank u wel. Dat is duidelijk om het in bespreking te geven en dan niet op de volgende vergadering, maar na het zomerreces. Meneer Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een paar vragen erover. En dat is het volgende. Is er op de juiste wijze gecommuniceerd met de eigenaren van aanliggende percelen? Want ik hoor hier en daar wat gemor in deze provincie, of in deze gemeente, dat men nergens van weet enzovoort van wat er allemaal gebeurt. En nog wat anders, ik zie op dit moment ook al bermen die nu alweer gemaaid worden. Misschien is dat wel nodig, maar is dat niet wat vroeg? Dat zijn eigenlijk een paar vragen en afgezien van in tweede instantie heb ik nog wat opmerkingen. Dank u wel. Meneer Huizing, wilt u daarop reageren? Ja, dat ga ik in ieder geval proberen, want volgens mij gaat dit niet zozeer over deze beantwoording, maar meer over het bermbeheerplan. En om met de laatste maat te beginnen. In dat bermbeheerplan worden een aantal verschillende categorieën bermen onderscheiden. En daar zitten bermen bij waarvan ook gesteld is van, nou, of ze zijn nu nog niet schraal genoeg. Dus daar kunnen we op dit moment nog niet volstaan met 1 keer maaien. En dat zou kunnen zijn dat daar al gemaaid is. En voor de rest is in ieder geval de intentie om zo laat mogelijk ook te gaan maaien. Het liefste natuurlijk zodra er de mooie bloemetjes die erin staan uitgebloeid zijn, zaden gevormd zijn, zodat we daar ook het volgend jaar weer van kunnen profiteren. We merken wel dat dat soms wel heel krap wordt, omdat we natuurlijk gewoon een heel groot areaal aan bermen hebben. En dat lukt ons niet altijd om daar helemaal achteraan te zitten. Dan proberen we in ieder geval dan de plekken waar we al het vers zijn, om die als laatste te gaan doen. En uw eerste vraag, dat ging over de communicatie. Nou, volgens mij is daar aandacht aan besteed.
Maar als daar her en der geklaagd wordt, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat dat in de toekomst nog beter moet. Dus volgens mij is dat een blijvend punt van aandacht om vooral ook te blijven uitleggen. En dat slaat dan wel weer op iets wat ook in dat stuk staat. Om blijven uitleggen waarom doen we dit eigenlijk. Ook vooral daar als het bijvoorbeeld gaat om boeren, collega boeren te gebruiken. Die al hele mooie ervaringen hebben op dit gebied. En die ook kunnen aangeven, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo bedreigend. Eigenlijk is het zelfs een hele mooie kans. En als je je daar wat meer in verdiept en laat informeren. Dan denk ik dat we uiteindelijk daar steeds mooiere stappen in kunnen maken. Dank u wel. Voldoende beantwoording? Jawel, de vragen zijn beantwoord. Ik had verder dan een paar opmerkingen, maar ik weet niet wat nou de bedoeling is. Als we dit na de vakantie opnieuw gaan behandelen, ga ik mijn verhaal hier niet overhouden, maar dan kunnen we dat dan ook doen. Als u dat verzoek van de BBC steunt, dan gaan we dat in de raadsvergadering na het zomerreces bespreken. Ja. Meneer Bonkers heeft nog wel een vraag, VVD. Ja, dus er wordt gesproken over een bedrag van 21.000 euro, waarvan 16.000 euro wordt gebruikt voor educatie op voorgezet onderwijs. Nou lezen we ook dat er een bedrag van 14.000 euro voor het lager of basisonderwijs wordt gebruikt. En wij willen graag weten waarom dat voor het voorgezet onderwijs 2000 euro meer is. We zien niet waar dat zoveel meer van moet zijn. En die 5000 euro voor extra aanvullende activiteiten, willen we graag ook weten waar dat dan voor kan zijn. Als de veronderstelling inderdaad dat het niet zo kan zijn dat het voor het voortgezet onderwijs duurder is dan voor het basisonderwijs, dat klopt helemaal. Een deel van dat geld van die 16.000 euro is voor het voortgezet onderwijs. Een deel is ook voor het nog wat extra aandacht besteden aan juist het onderwerp biodiversiteit in de pakketten die op het primair onderwijs worden aangeboden. En daar misschien ook juist wel nog meer met kinderen ook echt de natuur ingaan om echt met eigen ogen ook te kunnen zien. Dus dat is een intensivering zowel voor primair als voor voortgezet onderwijs. En de 5000 euro extra. Nou, het is eigenlijk wat wij gezien hebben is dat zeker een project als Bloemrijke Akkers is succesvol. Nou, volgens ons zou het een hele mooie zijn om eens te gaan kijken of we daar niet nog een extra slag in kunnen gaan maken. En zonder nou meteen al te zeggen, daar gaat dan de volle 5000 naartoe. Maar dat is bijvoorbeeld eentje waar we dat voor zouden willen inzetten. Dank u wel. Meneer Soppe heeft nog een opmerking, vraag. Ja, eigenlijk even een aanvullende vraag aan de wethouder met die IVN-lespakketten voor het voortgezet onderwijs. Is daar al wel contact mee gezocht met het voortgezet onderwijs of is dit een idee uit de hoge hoed? Nou, sterker nog, IVN heeft ook contacten met voortgezet onderwijs en de wens, dat vind ik nou juist zo mooi, dat aan de ene kant de gemeenteraad u heeft aangegeven van wij willen graag dat er meer aandacht wordt besteed aan die educatie. En IVN heeft hetzelfde signaal gekregen op het voortgezet onderwijs. Want wij zouden inderdaad graag zien dat ook wij gewoon meer aandacht hieraan kunnen besteden. Dus het is juist inderdaad van beide kanten richting IVN aangegeven dat we het graag zouden willen. Dank u wel. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Even voor mij een vraag ter verduidelijking. Voorstel is om hem in de volgende raadsvergadering, dus na het zomerreces, te bespreken. Dat betekent ook dat we dat moment ook gebruiken om de wethouder vragen te stellen naar aanleiding van wat er nu staat. Dus dat ook zeg maar die inhoudelijke bespreking in de raadsvergadering gaat plaatsvinden. Het zal als bespreekstuk in de raad worden behandeld. Oké. Dan vat ik dat op als een ja.
Ik weet niet hoe inhoudelijk en hoe technisch u de vragen wilt stellen, maar... Nou ja, weet je, ik heb wel een aantal vragen die en aan de inhoud raken, maar ook aan de zienswijze van de wethouder of dit ook het juiste antwoord is op datgene wat de werkgroep heeft geproduceerd. Maar laten we wel wezen, er is nog geen enkele vergadering geweest waarin de wethouder zich inderdaad publiekelijk heeft uitgelaten over wat hij van het voorstel vindt. De vorige bespreking... in de raad heeft plaatsgevonden tussen werkgroep en tussen raad. En tot nu toe is de wethouder nog steeds, nou ja, ik wil niet zeggen buitenschot, dat is heel erg flauw. Maar we weten gewoon nog niet wat de wethouder daar nu zelf van heeft gevonden. En er ligt nu wel een voorstel, maar nou ja, dat is even een hele concrete vraag. Als dat het moment is na de zomervakantie waarin we meer te weten krijgen van wat de wethouder daadwerkelijk van de uitvoering van de werkgroep vindt. Dan hou ik mijn kruid nu droog en dan gaan we gewoon een hele goede zomervakantie tegemoet. U was al zo goed bezig in de kaderbrief. Met de voorspellingen voor volgende week. Dit is het raadsvoorstel wat er nu ligt. Komt van het college. Hè, dus daarin spreken zij zich ook uit. Dus als u daar vragen over heeft, als u dat wilt bespreken... in de volgende vergadering, dan kan het aan de orde komen. En als u technische vragen stelt of heel inhoudelijk, ja, dan is het handig om die van tevoren te stellen. Dan kan de wethouder zich daarop voorbereiden. Volgens mij wil meneer Huizing daar nog iets over zeggen. Ja, want ik kan de heer Stoker niet met dit gevoel het zomerreces laten ingaan. Volgens mij kan ik de heer Stoker helemaal geruststellen en... heb ik dat ook al meermalen aangegeven, dat ten eerste wat mij betreft het onderwerp biodiversiteit, daar kan geen enkele discussie over bestaan hoe belangrijk dat is. Dat ziet u ook in onze beantwoording, daar is al heel veel op ingezet. En als het gaat over het werk van de werkgroep, daar hebben we natuurlijk in kleinere setting ook al over gesproken. Maar wat mij betreft is het denk ik een heel mooi stukje werk opgeleverd. En als je dan komt bij de vraag van ja, en wat de kaders die zijn opgeleverd, daar wil ik u best wel teruggeven dat waar ik in eerste instantie dacht van ruime kaders, dat is altijd hartstikke mooi voor een wethouder, want daar kun je mooie invulling aan geven, hebben volgens mij allemaal wel het gevoel over gehouden van nou, misschien hadden we die kaders toch liever nog iets concreter gehad. Want dan heb je gewoon veel meer sturing en dan weet je veel meer waar de raad precies aan zit te denken. Want één ding wat mij van de behandeling heel erg is bijgebleven, is dat waar het over die hele grofmazige kaders de raad het helemaal eens is, dat als het concreter wordt, dat daar toch gewoon wel verschillen in zitten. En ik denk dat het voor het uiteindelijke stuk, zowel qua snelheid als qua inhoud... was het mooier geweest als daar concretere kaders hadden gelegen. En volgens mij kunnen we elkaar daarop aankijken. Dan kunt u als raad het boetekleed aantrekken en zeggen van dat hadden we moeten doen misschien. En dan kan ik als wethouder het boetekleed aantrekken en daar misschien meer op moeten doorvragen. Volgens mij hadden we dan meer kunnen uithalen. Maar dat neemt helemaal niet weg dat het proces en juist de manier waarop de raad het gesprek heeft aangaan, volgens mij is dat heel mooi en heeft dat ook echt wat opgeleverd. Meneer Stoker? Ja, ik ben blij met deze woorden, voorzitter, van de wethouder. Want daarmee geeft hij volgens mij aan dat dit inderdaad ook het onderdeel is van het leerproces. En dat leerproces wat mij betreft na de zomervakantie gaat worden voortgezet. Dank u wel. Goed, dan kan ik hieruit concluderen dat we dit als bespreekpunt opnemen in een vergadering volgens mij van 22 september. Dan zijn we bij punt 10. Agenda punt 10 aangekomen. Dat gaat over het voorstel van het college in zaken de voorgenomen aansluiting van de GGD Drenthe bij de WSGO. Volgens mij kunnen we dat als hamerstuk op de agenda zetten voor dinsdag. Ik zie iedereen knikken, dus dan gaan we dat doen. Dan zijn we bij punt 11 gekomen van de agenda. Dat is een brief en dit gaat over het bestuursprogramma
En de mijlpalen uit de strategische agenda. En volgens mij die is uit uit de vorige commissievergadering gekomen. Volgens mij op verzoek van mevrouw Katerberg, CDA. Wilt u daar iets op aangeven? Ja, ik heb op de inhoud geen vragen. Ik wil graag verder gaan met het proces wat ik heb aangekondigd. Dus ik weet niet of dat nu mag of dat het... Nee, dat mag vragen. Niet. Ja? Oké. Wij zijn als fractie al langere tijd op zoek naar manieren om onze politieke en sturende rol beter te kunnen pakken. Wij missen daarvoor zicht op wat er in de nabije toekomst op de raadsagenda komt. Alleen de strategische agenda biedt hiervoor niet voldoende houvast. Wij willen ons graag goed voor kunnen bereiden in de beeldvormende fase van de grotere bespreekpunten. In de planning- en controlcyclus krijgt de Raad ieder jaar in september een halfjaarrapportage. In september 2019 zijn we ingelicht over de ontwikkelingen in 2019 en is er een doorkijk gegeven naar het eind van 2019. Daarna volgt in juni het jaarverslag over 2019. Ondertussen krijgen wij weinig informatie over de lopende ontwikkelingen in 2020. Dat volgt pas weer in september 2020. We weten dat het college een actieve en passieve informatieplicht heeft als er afwijkingen zijn van datgene wat in de cyclus is afgesproken. En op die manier wordt er ook gewerkt. We zouden graag zien dat er meer lijn komt in deze informatieplicht. Het zou goed zijn als wij als raad aangeven op welke onderdelen wij periodiek ingelicht willen worden. Dat zou dan kunnen via een informatiebrief op afgesproken momenten. Op dit moment denken wij bijvoorbeeld aan de regiodeal en de binnenstad. Ook kunnen wij als raad, wellicht via de agendacommissie, nog meer zelf invulling geven aan de themabijeenkomsten. Kortom, de wens van de CDA-fractie is een vorm van een raadsagenda en meer periodiek ingelicht worden over belangrijke onderdelen via informatiebrieven. En onze vraag is, zoals ik vorige keer ook heb gezegd, hoe staan andere partijen hierin? En ook, wat vindt de portefeuillehouder hiervan? Dat is het eerste gedeelte. Dank u wel. Wil een van de fracties daarop reageren? Op het verzoek van mevrouw Katerberg. Volgens mij, als ik het even kort samenvat, dan gaat het er vooral om dat er een raadsagenda komt, hè, welke stukken behandeld worden, en dat we op bepaalde onderdelen, en dan welke onderdelen, we periodiek ingelicht worden. Meneer Boy, BBC. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij hebben in het verleden ook al aangekondigd, of aangegeven eigenlijk, dat vooral bij zwaardere stukken die aangeleverd worden, dat die te kort van tevoren, dat we daar kennis van kunnen nemen. Dus als het dikke dossiers zijn, dan is het gewoon moeilijk. Dus vooral daarvoor denk ik dat het een goed voorstel is, eigenlijk een soort raadsagenda, zodat je ook kan zien wat er op aankomt, wat er aankomt, welke stukken. Dus ja, ik kan me daar wel bij aansluiten, ik kan wel iets voelen. Ja. Meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, ik wil even een vraag voor verduidelijking, maar ik hoor mevrouw Kaatberg zeggen van zaken die we wegzetten, dat de nieuwsbrieven wegzetten, zodat we ondertussen tijdens worden geïnformeerd. Maar ik hoor de heer Boyd hebben over dikke stukken die eraan zitten te komen. En tegelijkertijd ondersteunt u ook wat mevrouw Kaatberg zegt. Is het nou één en hetzelfde of zijn het gewoon twee verschillende dingen? Dat is even een vraag ter verduidelijking aan meneer Boyd. Nou, ik praat eigenlijk in het verleden dat het een paar keer gebeurd is, dat een dik dossier als raadstuk voorgelegd werd en dat het heel laat voorgelegd werd, zodat we weinig tijd hebben gehad om het goed voor te bereiden. En om dat in de toekomst te voorkomen, lijkt het me goed dat er een agenda is waarop je tijdig aanziet komen wat er op de agenda staat, komt. Dank u wel. En volgens mij bedoelt mevrouw Katerberg daar ook op aanhaken dat het thema bijeenkomsten daarop ingericht worden. Mevrouw Visserie, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben daar in de fractie hebben we het daar ook inderdaad over gehad. En de strategische agenda, als we die zien, dat ziet er heel mooi uit. Het ziet er heel, hoe zal ik het zeggen, kunstzinnig uit. Flitsend. Kijk, nou, wat voor andere termen zal ik nog meer gebruiken? Prachtig, alleen
Ja, wij willen dan heel graag weten, wanneer gaat nou wat gebeuren? Hè? We hebben het net over de Dutch Tax Zone gehad. Wij waren in de veronderstelling dat we in het voorjaar een evaluatie zouden krijgen van de Dutch Tax Zone. Komt er niet. Wij hebben soms het idee dat wij alles moeten gaan onthouden wat toegezegd is, wanneer. Dat we denken van, we zouden wel een wat gedetailleerder overzicht willen hebben, zodat we daar wat in geholpen worden in de dingen die op de agenda staan. Dus wij sluiten ons hier helemaal bij aan. Wilt u nog wat zeggen? Meneer Mulder, PvdA. Ja, dank u voorzitter. Ook wij kunnen ons hier bij aansluiten. Waar ik wel even wat onduidelijkheid over van doen we het nou in informatiebrieven of leggen we het bij college neer of leggen we het bij de agendacommissie neer. Ik denk dat het wel goed is om daar even duidelijkheid over te krijgen. Maar misschien kan de portefeuillehouder daar zo wat, wat over zeggen. Ik denk dat het wel een goede zaak is om zo wat structuur te krijgen voor ons als raad wat er aan zit te komen. Want dan kunnen we bijvoorbeeld ook de te houden themabijeenkomsten goed inplannen. Want nu wordt dat, u heeft al een paar keer gezegd, het zijn er heel veel. En dan kun je ook prioriteit kiezen van die zijn nu nodig, want die passen bij de agenda. Dus daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Stoker nog, Pak. Maar ik had nog geen reactie gegeven op wat hier net werd voorgesteld. Ook wij kunnen het idee wat CDA naar voren brengt ondersteunen. Vraag is voor ons ook inderdaad of het college erover na zou kunnen denken wat daar een goede werkwijze in zou kunnen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat, en ook wat de heer Boy zegt trouwens, op het moment dat er inderdaad ingewikkelde dossiers op ons afkomen, dan is het wel heel fijn om te weten van in welke fase moet daar dan besluitvorming over zijn. En ik heb inmiddels in de werkgroep duurzaamheid geleerd dat ambtenaren heel erg goed zijn in het terugrekenen van wanneer ergens iets moet komen. Misschien moeten daar een paar weken aan vastgeplakt worden, zodat wij daar in ieder geval ook wat voldoende tijd in krijgen. Dus wat mij betreft ga ik wel mee in de vraag die hier net is gesteld. Dank u wel. Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het afwijzing natuurlijk helemaal eens met CDA wat dat betreft. En ook wat die factsheet betreft, het lijkt wel een slagveld. Want er staat boven aantrekkelijk koe worden, maar als het is niet te lezen hoor. Met alle respect, je moet er wel een dag op studeren voor je weet wat er allemaal staat. Dus ik heb het liever op een normaal A4'tje, dan wordt het wat duidelijker. Maar in ieder geval, wij gaan ook met het CDA mee wat dat betreft. Mevrouw Katerberg. Ja, misschien is het handig dat ik dan ook nog even iets toevoeg over onze lijst van toezeggingen voordat de portefeuillehouder er iets over zegt. Onze fractie vindt dat we met elkaar op een zinvolle manier met de lijst van toezeggingen om moeten gaan. Veel moties en amendementen worden er niet ingediend. En waar dat wel geldt, en het geldt ook voor toezeggingen, vinden we dat er ook vervolg moet komen. En dat gebeurt nu soms niet. Even kijken waar mijn documentatie verder gaat. Merk je ook vandaag. Hè? Dat wordt er weer teruggekomen op moties. Dat is ook wat mevrouw Vissering zegt. Het lijkt er soms op of wij zelf dan maar ons eigen lijstje bij moeten houden en dan aan moeten strepen waar wel reactie op is gekomen of waar niet. En ik heb er net ook nog bijgeschreven. Ik blijf eerst de komende tijd wat meer op de hoogte van de ontwikkelingen door dan maar wat meer afschriften te ontvangen. Maar dan bouw je wel een soort van, ja, nou, vertrouwen wil ik het niet noemen, maar een werkwijze op waarin je weet van, hé, wat er is afgesproken, dat wordt ook gedaan. Dat komt ook op de lijst met toezeggingen te staan en er komt ook eens een keer een rood kruis achter van afgehandeld. Daar word ik persoonlijk dan altijd wel blij van. En wij willen er wel aan toevoegen dat er altijd geldt dat er ruimte is voor zaken die anders lopen dan gedacht of door voortschrijdend inzicht worden ingehaald. Het is niet onze bedoeling om daar met een rode pen achter te zitten van zo. Nou, dat is dan mooi niet gelukt. Dat is helemaal niet de intentie van deze overdenkingen. Ik heb een paar keer gehoord dat we wachten op een reactie van de portefeuillehouder. Nou gaat het om een lijst van toezeggingen. Ja, en om hoe we deze strategische agenda dan gaan oppakken in een nadere uitwerking.
Nou, volgens mij is het een heel relevant gespreksthema, voorzitter. Het is ook goed om te horen dat eigenlijk mevrouw Katerberg kennelijk de juiste snaar treft die bij veel fracties ook resoneert. Er zitten wel een aantal aspecten aan, dat voert bijna te ver om dat hier nu erg uit te diepen. Mijn constatering is zoals eerder geweest, u wordt overvoerd misschien wel zelfs met informatiebrieven van het college. Ik kijk naar iedere lijst op de, ook vanavond weer. Merendeel van de stukken zijn informatiebrieven en dat is nu prima. We hebben een goed functionerende agendacommissie, dat stellen we vast. We hebben een goed functionerende planning- en controlecyclus. Inderdaad, zoals mevrouw Katerberg aangeeft, twee keer per jaar kijken we terug, CQ, naar de huidige stand van zaken. En twee keer per jaar plannen we naar voren, kaderbrief en begroting. Dat zit in principe allemaal goed voor elkaar in technische zin. Maar wat ik u hoor, duidelijk hoor zeggen en eigenlijk breed gedragen is, dat u toch niet het gevoel heeft dat u daarmee goed kunt sturen. En zou dus eigenlijk vragen dat de agendacommissie, die natuurlijk heel praktisch zich oriënteert op de inrichting van de komende werkzaamheden, om het zo maar eens te zeggen, dat het toch een ander karakter zou moeten hebben. En dat er veel meer een proactieve lijn ook vanuit de Raad gewenst wordt. Het lijkt mij typisch iets wat we dan, want dat vraagt natuurlijk ook iets van de organisatie, vraagt ook iets van het college, want die wil wel verantwoording kunnen blijven dragen voor datgene waar de collegeleden mee bezig zijn. Om dat even goed in samenspraak met de Griffie en de secretaris kort te sluiten. Dus wat mij betreft nemen we dit op korte termijn even op in de driehoeksoverleg zoals we dat kennen. Om te kijken of we daar een vorm voor kunnen vinden. Uiteindelijk is natuurlijk, het college is natuurlijk altijd bereid om met suggesties te komen. Maar uiteindelijk is het denk ik heel belangrijk dat u gewoon vasthoudt aan datgene wat u vervolgens denkt nodig te hebben. En wat past in een goede manier van checks en balances. De Raad kan natuurlijk, en heeft dat recht natuurlijk ook, om allerlei moties, ik refereer even naar dat punt, moties in te dienen. Daar hoort ook bij dat het college af en toe kan zeggen, nou, oké, we snappen dat er een motie ligt, maar wij hebben er toevallig iets meer over nagedacht inmiddels. En dan moeten we toch iets anders tegenaan kijken wellicht. Ook daar het goede gesprek over voeren, in plaats van simpelweg het vinkje bij de toezeggingenlijst kunnen zetten, lijkt me heel erg veel toevoegen aan de manier van ten opzichte van hoe we het nu met elkaar doen. Dus ik vind het een goede suggestie. Positief tegenover. En wat mij betreft pakken we dat op. Dank u wel. Mevrouw Katerberg. Ja, dan komt het dus aan de orde in het driehoeksoverleg. En hoe krijgt het daarna een vervolg? Ja, dat is een goede vraag. Het lijkt mij dat het, dat is natuurlijk ook het aspect van de driehoeksoverleg, want daar zit de griffie natuurlijk bij. Het lijkt mij dat we al heel snel komen te praten over de vraag van, is er, ik kijk even naar de raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing bij wijze van spreken. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar, het seniorenconvent hebben we natuurlijk ook. Op welke tafel we dit zouden moeten kunnen concretiseren. Want dat is natuurlijk wel de ambitie. Dank u wel. Ik begrijp hier dan ook uit dat deze brief, hè, krijgt dus een nadere uitwerking. En die zal in samenspraak met de agendacommissie en het college weer opnieuw, of in een ander voorstel, weer als behandelpunt op de agenda komen. Uitgewerkt voorstel. Meneer Bouwmeester. Om te voorkomen van een misverstand. Want dat is niet het beeld wat ik erbij heb, laat ik het zo zeggen. Wat er nu op tafel ligt, naar aanleiding waarvan mevrouw Katerberg de opmerking maakt, denk ik zelf terecht, maar wat er nu op tafel ligt is een antwoord op de vraag vanuit de Raad, om toch nog meer gevoel te krijgen bij datgene wat in dat bestuursprogramma staat en waar we nu staan, in het realiseren van al die, wat bij die piketpaaltjes hoort en de richtingwijzers en hoe dat er dan uitziet. Ik denk niet dat het de behoefte die mevrouw Katerberg uit extra tegemoet komt als we nu nog een keer gaan kijken naar dit document. Daar wordt het echt niet beter van. Hè? Dus, maar misschien heb ik u verkeerd begrepen, voorzitter. Dat was ook niet mijn bedoeling, niet om dit document nader uit te werken, maar om tot een praktische invulling te komen van een raadsagenda. Maar daar hebben we net gezegd van dat wordt dan in het driehoeksoverleg besproken. En het komt daarna terug in of in bestuurlijke vernieuwing of in het seniorenconvent.
Nou, dat hou ik zelf ook in de gaten, dat dat op een van die agenda's komt. Zo snel mogelijk naar de zomer, lijkt mij. Misschien kan ik even kort een toelichting geven. Vanuit de Griffie zijn we momenteel bezig om alle thema's, belangrijke thema's, in beeld te brengen. Met ook de planning daarbij. We constateren dat er meer thema's aangedragen worden dan behandeld kunnen worden. Onze lijn is nu om te prioriteren aan de hand ook van wat er op de bestuursagenda staat en wat er uit de prioriteiten komt. Dat betekent dat we ook met in het driehoeksoverleg een afstemming hebben van welke prioriteiten staan er nu en welke zijn haalbaar en realiseerbaar. Dat betekent dat vervolgens de uitkomsten daarvan terugkomen in de agendacommissie. En daar gaan we kijken van welk instrumentarium gaan we nou doen, wat gaan we wel doen, niet doen en hoe kunnen we het beste doen. En dan kan het zijn dat daar ook nog naar een van de werk- of klankbordgroepen van de raad komt. Maar we moeten eerst kijken naar een goede praktische oplossing. En ook welke bestaande lijsten het beste als sturingsinstrument kunnen worden gebruikt. Want er is al een bestaande lijst en we moeten voorkomen dat we extra lijsten creëren. Dus de bestaande lijsten, als die goed worden gemonitord en geborgd, dan hebben we daar een goed instrument voor uw raad. Maar we gaan eerst via de driehoek gaan we kijken wat is daar de beste weg om te doen. En voor de agenda van de raad komt die terug bij de agendacommissie. Nou, dankjewel. Dat is verhelderend. Dank u wel. Dan is dit agendapunt afgedaan op deze manier. En dan gaan we naar punt 12, de brief van het college in zaken de jaarverslag leerplicht 2018-2019. Die komt ook uit de commissievergadering op verzoek van mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Er was een beetje ruis op de lijn of deze nou wel doorgezet werd of niet. Hij stond op de agenda, dus ik grijp mijn kans om nog even verder met de wethouder hierover te bakkeleien. Jaarlijks brengt het college, ik heb geen vragen over, kan ik meteen... Heeft er iemand anders vragen aan de wethouder over deze brief? Nee, als die er niet zijn, dan mag u van start gaan. Dank u. Jaarlijks brengt het college verslag uit aan de raad over de uitvoering van de leerplicht. U geeft zelf aan dat er een toelichting op de cijfers nodig is om de ontwikkeling en het effect van de leerplicht goed te kunnen monitoren. De focus van de leerplichtambtenaren verschuift van handhaven naar preventie. Onze fractie vindt het van groot belang om steeds meer op die preventie in te steken. Uit de vragen die onze fractie tijdens de vorige commissievergadering heeft gesteld, blijkt dat wij het ook belangrijk vinden dat de scholen gevraagd wordt hoe zij deze hernieuwde samenwerking ervaren. Wij vragen ons echt af of het extra inzetten van een leerplichtambtenaar de beste besteding van ons geld is om dit doel te bereiken. Zou het niet beter zijn om meer uren aan preventief jeugdwerkers te besteden of uit te geven? Zij werken naar goede tevredenheid heel nauw samen met de schooltjes, met de scholen in de 1-2-3'tjes. Wij zouden graag zien dat de scholen betrokken worden bij de evaluatie van de leerplicht. Dat maakt zo'n evaluatie veel zinvoller. Daarnaast kan onze gedachtegang mee worden genomen in het ontwikkelen van het nieuwe beleid op jeugdhulp, waarbij de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs een speerpunt zal zijn en zeker ook de preventie vanuit het voorveld. We zijn benieuwd naar de reactie. Dank u wel. De wethouder, meneer Huizing. Dank u, voorzitter. En laat ik maar beginnen met het makkelijkste deel. Dat is allereerst de constatering dat er inderdaad een nadere toelichting nodig is op de cijfers. Nou, dat zullen wij ook, volgens mij vindt er zeer binnenkort nog een gesprek plaats met Menso die de leerplicht voor ons uitvoert. En daar zullen we dit punt ook absoluut onder de aandacht brengen, omdat wij zelf ook die behoefte hebben. Duidelijk hebben we geproefd dat u dat als raad ook heeft. En de... Het betrekken van onderwijs bij de evaluatie, volgens mij is dat vanzelfsprekend om dat te gaan doen. En dat zal ergens na de schoolvakantie zal dat gaan plaatsvinden. Niet ver daarna, om te kijken hoe het bevallen is. En dan komen we op de kern. Nou, mevrouw Katerberg gaf het al aan. We hadden daar in de commissie ook een discussie over. En ik had toen eigenlijk aan het einde het beeld van, volgens mij praten we langs elkaar heen, maar waar zit hem dat in? En ik heb hem volgens mij nu helder.
Want waar we het hebben over preventieve inzet, dan hebben we het niet over de hele preventieve inzet als het gaat om de preventie die we graag zien in het jeugdbeleid. Waar we het heel specifiek over hebben, is waar leerplicht over gaat. En dat is verzuim. Voorkomen dat leerlingen gewoon niet op school zijn, om wat voor reden dan ook. En daar hebben we gezien dat daar kun je heel erg aan zitten, bijvoorbeeld op luxe verzuim, op het heel streng optreden tegen ouders die hun kinderen voor een schoolvakantie thuis houden. Nou is dit absoluut geen oproep voor mij om dat vooral te gaan doen. Maar je ziet heel vaak dat ook daar scholen en ouders wel gezamenlijk kijken wat daar mogelijk is. En gelukkig scholen daar ook wel strakke grenzen in trekken. Omdat het natuurlijk onwenselijk is om met een halve klas een periode voor een vakantie te gaan afsluiten. Daarvan hebben we gezegd van het lijkt ons veel belangrijker om bijvoorbeeld bij langdurig verzuim, bij kinderen die gewoon thuis komen te zitten, om wat voor reden dan ook, daar moeten we gewoon veel eerder bij zijn. En daar, dat was de insteek van deze preventieve leerplichtambtenaar, of de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar, om samen met de scholen te gaan kijken van hoe werkt de verzuimadministratie op dit moment. Wat voor signalen krijgen we nou met z'n allen en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we niet pas bijvoorbeeld als leerplicht in beeld komen op het moment dat een kind al veel te lang thuis zit. Dan moeten we gewoon vooraan zijn. En helaas hebben we nog, het zijn er niet veel, maar wat mij betreft is iedere thuiszitter er echt één te veel. En we merken ook dat zodra een kind thuis zit, dan is er vaak ook al een situatie ontstaan dat het ook niet zo is dat hij de dag daarna weer naar school kan. Dus vandaar die inzet van die preventieve leerplichtambtenaar, of de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar. Nou, wij denken dat dat gewoon moet kunnen gaan werken. Alleen of dat nou helemaal nu op de goede manier werkt, nou, daarvoor moeten we de evaluatie afwachten. En dan gaan we dat bekijken. En als u het meer heeft over preventie, bijvoorbeeld als het gaat om de verdere jeugdhulp, ja, denk, daar moet de leerplichtambtenaar zich niet mee bezighouden. Die kan er misschien ook een signalerende functie in hebben. Maar er zijn veel meer partijen die daar een signalerende functie in hebben. En dat is dus absoluut niet de bedoeling dat de leerplichtambtenaar die preventieve functie gaat overnemen. Dan is het puur signaleren. Dank u wel, meneer Huizing. Mevrouw Katerbergen, is het duidelijk? Is het voldoende? Ja. Dank u wel. Dan wordt de brief ook voor kennisgeving aangenomen. Zo stond hij erop. Als informatie. Ja. Dan zijn we aangekomen bij 13, het verslag van de commissie van 16 juni. Heeft iemand daar opmerkingen op? Niemand? Dan zijn we aan het einde gekomen van de vergadering en dan wil ik die graag sluiten. En jullie bedanken voor de inbreng en heel veel succes met de voorbereidingen voor dinsdag. Dank jullie wel.